Kinderen. We leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Aflevering 141 van Team Talk van donderdag 1 oktober 2020. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themenparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in Team Talk uitgebreid verslag van Fly. Want wij zijn ja, een weekend naar Fantasialand geweest met z'n tweeën. Zeker. Um, er is ook nog wat ander pretpark nieuws. Wat heb je allemaal? Ja, in Universal in Orlando is een groot nieuw project aangekondigd. En niemand had dat verwacht. Oh, nou, is niet waar. Oh. Iedereen had het zien aankomen, maar niemand wist nu dus het ging je aankondigen. En nu is het aangekondigd. Ik ben heel benieuwd, we gaan het er straks over hebben. Maar eerst Maurice, de vraag die ertoe toe doet, de ja. vraag der vragen. De vraag die ik lang niet aan je gesteld heb, namelijk al, denk ik een paar dagen niet meer. Maurice, <laughs> wat is jou deze week opgevallen in pretparkland? Uh, ben jij ooit een Anubis geweest? Die afschiet achtbaan in Plopsaland te pannen. Ik ben nog nooit in Plopsaland te pannen geweest. Oh. Ja. Nou, het, het, antwoord is dus, nee. het antwoord is nee. <laughs> nou, de bezoekers die de afgelopen weken in, in, in Plopsland te pannen zijn geweest... die zijn er ook niet in geweest, want dat ding is al heel lang kapot. Maar er wordt niet echt rugbreid aangegeven. Die is, uh, er is blijkbaar iets mis met het afschietsysteem. Oh. Ik, uh, ik heb een beetje contact met, uh, met Plopsa en Studio 100 fans. En het verhaal is als volgt. Uh, Anubis the Ride is een baan van Gerstlauer. De wielen zijn van Vekoma. En daardoor is het uh, zeer schudderig geworden bij de launch. En soms wel eens pijnlijk. En drie weken geleden viel de launch voor de helft uit. waardoor het kartje niet meer over de tophead kon. Tophead is een stuk dat je helemaal naar boven gaat. Dan heb je een tophead en dan ga je weer helemaal naar beneden. En die tophead haalde hij dus niet. En de medewerkers deelden mee. Aan de bezoekers dat de baan drie weken dicht is. En ze concluderen nu dat de generator ontploft is. en dat het tot tien weken kan duren. Die is dus gewoon dicht. Dus het, top dus de het gaat om de, de, de stroomvoorziening van de lancering. Want het is wel, als ja. ik het goed zie, ja. een, uh, een lanceersysteem uh, met LSM. Dus dat is uh, met, ja. met magneten. Ja, voor die witte stroom. Ja, van die witte blokken, die zie je dan in het midden van de baan zitten. En daar race je dan overheen. Um, er is nergens aangegeven dat Anubis dicht is. wordt niet gecommuniceerd. Volgens de site en de app, die je al niet meer kunt downloaden, is Anubis gewoon open. Hm. Hmm. Mm. Hoe gaaf is het bij Noobis? Je, je vertrekt uit het, uh, uit het station. Dat is een mm -hmm. groot huis. Ja, letterlijk het huis van Noobis. En je maakt een bochtje naar beneden. En in die vaart wordt je zeg maar al afgeschoten. Dat vind ik een heel gaaf uh, Ja, een rolling lunch heet dat. Ah, vet. Nou, dat vind ik een gave soort lunch. Maar die is net, zo als dicht. In, uh, net als in Fly en in uh, Taron. Die ja, dat ook. Yeah. Ja. Ja, en, en, ja, precies. En wat is vervelend is, is dat uh, ook een andere attractie, die is nu net weer geopend, is de Grote Golf. Dat is een attractie in het themagebied Wikiland. En die is nu ook pas weer open. Maar die is ook gewoon vier weken dicht geweest. En de, de, oh. ik weet niet, is er een beetje, wat, wat is er aan de hand met onderhoud? Wat, wat is Gertje aan het doen? Het is wel een, een groot merk. Hè. Het is wel echt een, een bekend, bekende naam in pretparkland in, in België. Dus hoe kan het dan dat twee van die grote topattracties al, al bijna een maand dicht zijn? Hoe, hoe kan dat nou? Ja, Opvallend. dat is opmerkelijk. Ja, het kan natuurlijk gebeuren. Hè. Ik bedoel, technische storing ja. zit in een klein hoekje. En zeker bij dit soort achtbanen, dit soort attracties, die zijn uh -huh. toch ook wel ingewikkeld. Want ik zie wel dat van dit type, uh, type launchcoaster van Gerstlauer er maar twee uh -huh. zijn. Die andere uh, staat volgens uh, RCDB, de Rollercoaster Database, in Farup Sommerland in Denemarken. Aha. Um, maar twee? Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook nog wel andere gaslauer launches. Ik zit even uh -huh. te denken aan bijvoorbeeld. Uh, Caraco uh, en Trepstrel. Ja, en uh, uh, Goldrush. Ja. Dat zijn leuke. Maar dat is blijkbaar toch oh. een net iets ander type. Bijzonder. Want er zijn mm, ook. Bijzonder. Ook, ja. ook met met die witte blokken, van die, uh, van die magneten. Ja, 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 een heel vet systeem. Ik vind het wel gaaf hoe dat is bedacht. Want wij hebben nog meegemaakt dat uh, afschieten in een achtbaan dat gebeurde met een poolcar. Het is gewoon eigenlijk een heel lange kabel. Met een, een, een heel klein karretje dat dan onder de rail zit eigenlijk. De achtbaantrein trein haakt zich daaraan aan. En dan wordt die kabel heel snel opgerold. En dan vlieg je dus naar voren. Dat zie je bijvoorbeeld bij uh, Space Mountain. En Rock n Rollercoaster. Ja. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk een gaaf soort afschieten. Maar dat is een. Um, Daar kun je nooit een, een launch doen als je karretje al aan het rijden is. Zoals uh, bij Anubis. Of daarom. Ja. Nou, ja, vond ik opvallend en jammer. Ja, dat is wel zonde, ja. Ja, ja, ja. Ja, um, ja. Thomas. Wat is ja. jou opgevallen in Preparkland? Nou, uh, afgelopen week was er natuurlijk weer een persconferentie van het kabinet over de... Ja, het is toch minder leuk, over corona. Nou wil ik het eigenlijk niet over uh. corona hebben. Maar ik was wel toch enigszins verrast door een berichtje. Eigenlijk een Alinea vandaag in het bericht van de Efteling over de Winter Efteling. Want ja. uh, die gaat door, de Winter Efteling. Ja. Uh, geen ijspaleis, geen tent. Nee. Uh, tot mijn verbazing, ik dacht nou, dat zullen ze misschien toch wel doen. Maar er komt een soort van winterplein daar. Nou, dat ziet er al best leuk uit, op die concept art. Ik zag het er online wat hilariteit was... omdat op de concept art ook de toiletten en zo waren ingetekend. Ja. <laughs> en, en de bouwhekken. Maar goed, ja. dus de speelweide wordt helemaal ingericht. Nou, dat kan best leuk worden, denk ik. Ja, check even uh, de Efteling-blog als je daar meer over wil lezen. Ja. Uh, maar ik was vooral verbaasd over, en dat viel mij op, de laatste alinea van dat bericht op de Efteling blog. Oh. Vier, oud en nieuw in de Efteling. In plaats van een vuurwerkshow komt er een betoverende lichtshow. die vanuit iedere plek in het park te zien zal zijn. Zo oh. kan iedereen op bijzondere wijze het nieuwe jaar inluiden. zonder in grote groepen bij elkaar te komen. Slim. En daar ben ik toch wel benieuwd. Twee dingen. Eén, een lichtshow die je overal in het park kan zien. Ja. ja. He? Geen vuurwerk, vond ik ook opmerkelijk met oud en nieuw. Maar ja. vooral dat je in een week, waarin er toch weer heel veel dingen geannuleerd zijn, hè? afgelopen week door die persconferentie, doordat we nu officieel in een tweede golf zitten, noem maar op, bla ja. bla bla. bla. Ja. Gaat bijvoorbeeld carnaval al niet door. Nou, carnaval is vanaf vandaag dat wij opnemen nog 137 dagen. Ja. Oud en nieuw is uh, vanaf de dag we het dat dat opnemen. 93 dagen verwijderd. En dat de Efteling dan toch zegt. Nou, wij gaan gewoon oud en nieuw wel doen. En tickets ja. voor verkopen En dat soort zaken. V dat verbaasde me wel. Ik dacht oud en nieuw is misschien wel zo'n avond dat mensen. Dat misschien, ja, dan gaan we toch ook champagne drinken. Een ja. beetje losbandig worden. Ja, ik dacht eerst als ik dacht ik, oh, ze gaan gewoon heel de avond uh, Aqua Noora aan laten staan. Hè. Uh, en oh, dat je daar in groepen, groepen. Langs, groepen langs kan lopen. Ja. Maar het feit dat ze. Uh, echt zeggen: een betoverende lichtshow die vanuit iedere plek in het park te zien zal zijn. Dus of je nou in het Lavelaar staat, of in het Ruigrijk, of op het Reizerijkplein. Ja, dan denk ik dat ze op wat centrale plekken zitten, ze gewoon enorme light beams in, in het park. Ja. En inderdaad, wat je zegt, uh, vanuit Lavelaar, dus waarschijnlijk op het Antopiekplein komt er wel een, een ding. En ja. op het Ruigerijkplein een beetje het Pleinenfestijn. En dan zetten ze daar gewoon grote. Licht dingen neer en dan misschien is dat dan een lichtshow of zo? Ja, ik ben heel benieuwd. Mm. Ben je, heb je ooit oud en nieuw gevierd in de Efteling? Nee, nee, nooit. Nee, nee, dat vind ik wel jammer. Aan de andere kant, uh, wat niet is, kan er komen. Hè, uh, het, het is dit jaar wel uniek. Dus als je dit jaar gaat, dan heb je een unieke beleving. Mm. Dat wel. Zeker. Een en ik denk unieke beleving wel... om een verschrikkelijk jaar af te sluiten ik denk namelijk dat er niet zo heel veel andere dingen te doen zullen zijn en daarom was mijn verbazing er een beetje. Ja. Ik bedoel, je weet ik doe zelf ook nog als plaatjes draaien. Mm -hmm. uh, en uh, met ouder nieuw zit ik altijd helemaal vol afgelopen jaar echt van vier optredens gedaan weet je in één zo'n nacht nee. en al die organisatoren nou een beetje rondbellen afgelopen weken en zo. ze zeggen ja. nou ouder nieuw gaat hem niet worden hoor wij denken dat de kroegen gewoon dicht zullen zijn of ja. dat er in ieder geval heel weinig te doen zal zijn want ja het is zitten dan waarschijnlijk weet je op zich opmerkelijk dat de Efteling toch zo'n feest ja. aankondigt ze moeten ze moet ook dicht om om tien uur eh, allemaal dus ja ja maar de Efteling toch niet met de en nieuw neem ik aan nee nee maar in principe uh, uh, stel dat deze maatregelen worden doorgetrokken dan uh, ja ja goed ik noem als het is geen afgunst hè want ik gun het de Efteling ook om een mooi feest te bouwen nee, misschien ga ik er zelf wel naartoe als er niks anders te doen is maar wie weet uh, uh, ik, 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 ik vond het opmerkelijk, laat ik het zo zeggen. Dat ze toch ja. in deze tijd uh, het aandurven om een feest te organiseren. Want wat natuurlijk ook is zo is: stel dat die kaartverkoop dan over twee weken begint. Uh -huh. En mensen kopen, weet ik wel, 10.000 kaarten. Ik noem even iets, ah, 40 euro voor, uh -huh. uh, voor, uh, voor zo'n avond. En het ja. moet dan geannuleerd worden. Dan krijgen ze of. al een knookkaart. Ja. Of ze zeggen ja, we, we, we doen toch. Je kan toch de 31ste komen, maar tot negen uur avond of zo. Weet je, ik noem even iets. De, ja, de, de, ik, eh. ja, ik zie de Efteling nu daar wel vooraan. Ja, het is. Ik had, ik had ze heel erg hoog zitten met uh, qua service. Alleen ze hebben in de, wind, uh, in de zomer echt wel laten zien dat ze heel erg hun eigen uh, plan uh, trekken, om het zo maar te zeggen. En dat ze ook hun eigen kant kiezen en totaal niet uh, flexibel daarin zijn. En nee hoor, nee, je hebt iets bij ons gekocht, dat gaat nu niet door en je krijgt het geld niet terug. Nee, je nee. krijgt een cadeaukaart. Maar dat zou ik dan, voordat die tickets in de verkoop gaan, wel willen weten. Van oké, okay, ja. ik koop jullie een kaartje van oud en nieuw. Maar wat, wat gaat er gebeuren als het als, als dan corona weer keihard inslaat? Ja, dan krijg je uh, een cadeaukaart. Ik ben afgelopen week bij een sportschool ziet, geweest. Die Euro zie je niet meer terug. Waar ik, uh, waar ik uh, misschien lid van wil worden. Mm -hmm. Beetje een zijstraat hoor. Maar dat mag af en toe in een teamtalk toch? Zo is het. En uh, dat was een, sport, een hele luxe sportschool in Tilburg. Pelikaansports. Uh -huh. uh -huh. En uh, daar kan je ook zwemmen en zo. En uh, ik dacht, dat vind ik gaaf. Ik wil... Uh Beetje afvallen. Dus dan ga ik ook. Dan wil ik dan naar zo'n gym. Maar wil ik, Daarna wil ik dan even in zo'n zwembad. Een beetje kunnen baantjes trekken. Een beetje in zo'n beulbad en zo. Dat lijkt me top. Ja, als dus oh, ik ging oh. Dus, dus ik, ik, ik. Dat is natuurlijk. Ik, je weet, ik ben nogal makkelijk over te halen als het gaat om pretparkabonnementen. Maar bij ja. dit soort dingen ben ik dan in één keer weer heel moeilijk. Ga ik iedere euro drie keer omdraaien. Dus dan kom je eraan en heb je afgesproken met zo'n jongen. Die, die, die leidt je dan rond door zo'n zo sportschool. Uh -huh. En uh, nou, hartstikke leuk. En, nou, ik, ik was helemaal enthousiast. Ik dacht, dit, dit wil ik. Maar goed, ik, ik wist dat het duur was. Toen ging ik zitten, dan zei de jongen ja. Als je dan nu afsluit en je zegt die wil maandelijks opzeggen, dan kost het 83 euro per maand. Goh. Maar toen was het zei ik, oké, okay. maar toen was mijn eerste vraag: wat nou als ik nu afsluit en over een week moeten jullie dicht. En toen zei hij: dan nou garanderen wij dat, dat je voor die maand dat je niet hoeft te betalen. Dus dan vond ik dat wel. Uh, ja. dacht ik ook, oh, kijk, dat vind ik fijn dat ik van tevoren meteen weet, ja. dit, dit gebeurt er. En ik denk dat dat belangrijk is nu als je iets organiseert of ook als pretpark iets ja. in de verkoop zet. Uh, want ik heb het lopen zoeken. Dat was mijn vervolgstapje om het weer even naar pretparken te brengen. Mm -hmm. Wat gebeurt er met tickets voor de Walibi Fright Nights? Oh, goeie. Als die Fright Nights worden geannuleerd. Ik kom ja, dat nergens is, echt duidelijk tegen. Het is nu niet zo'n heel gekke vraag, natuurlijk. Worden ja, er vouchers voor volgend jaar? Mm -hmm. uh, krijg je je geld terug? Uh, kan je kiezen? Uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Want het is best wel reëel. Heel eerlijk, uh, Maries, Ja, uh, als je kijkt hoe het nu gaat met corona, is het mm -hmm. niet gek om te denken dat misschien die Halloween-avonden in Toverland en Malibi, dat die misschien niet doorgaan. Ja, ja wij gaan, wij als Team Talk, op 9 oktober, als het goed is allemaal, het spookhuis gaan aanproberen. De eerste echte hond, uh, het uh, house van, van Toverland. Ja. ja, dat moet natuurlijk wel die kunnen doorgaan. 9 oktober. Ja, ja 9 maar oktober, dan hebben we wij park dan privé iets... voor onszelf, toch of niet? Ja, wie weet. We zitten uh, speciaal <laughs> voor ons. Uh, nou goed, het is over iets meer dan een week. Ja. Dus, dus, dus dat is redelijk dichtbij. Dan zitten nog in de maatregelen die uh, Hugo en uh, Mark hebben aangekondigd. Uh, want die duren drie weken. Ja. Dus een, een, vers een, een versoepeling zie ik dus niet zitten. Maar een, nee. een strengere variant wellicht ook niet. Het is allemaal wel wat. Hm. Maar nou, we gaan het er maar mee. Maar het komt vast wel goed. Ja, we gaan het vast wel goed. Ja, joh. we gaan het zien. zo ja, goed. Maurice. Maar ik, 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 ja. ik, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe de Efteling inderdaad dit zal uh, uh, counteren. Als mensen dan vragen: van, Goh, ik heb het uh, gereserveerd, maar dat kan niet doorgaan hoe de Efteling dat dan ze doen. Maar ik nee. denk gewoon, ik er ook uit. Ik had erover getweet en dan zag ik een aantal mensen die zeiden: Ik vond andere jaren Oud en Nieuw in de Efteling geweldig. Mm -hmm. Reageerde ook iemand die nog nooit in een. Uh, uh, of uh, iemand die verder niks aan pretpark heeft, maar die wel naar uh, Oud en Nieuw in de Efteling was geweest. En die zei: mm -hmm. Maar dit jaar sla ik wel over. Ja. Dus dat is dan. Uh, ja, misschien dat dan ook helemaal niet zoveel mensen op afkomen. Want corona is natuurlijk ook wel echt uh, weer zo'n ding dat mensen ook weer bang worden nu. Wat ook op zich ja. begrijpelijk is. Mm -hmm. Ineens wordt iedereen weer voorzichtig. Teugels worden strakker. Nou, voordat we, we gaan nu, als we nu namelijk ons blokje ingaan met social media en, en, en de petje punt af, dan ja. na, da, daarna gaan we over fly praten. Maar ik dacht, nu we er toch over corona meteen zitten, kunnen we meteen even aftikken. Uh -huh. uh, mondkapjes in de pretparken. Uh, dat verbaasde mij een beetje. dat Dacht ik, moeten we er even bespreken? Dat. Uh, er is nu een advies hè, in de grote steden uh -huh. uh, van. Uh, uh, Zet een mondkapje op als je naar drukke ruimtes binnengaat. Denk even aan winkels. En winkeliers kunnen het verplichten. En ik geloof dat dat ja. bijna nergens gebeurt. Uh, het Rijksmuseum is een van de bekendste high-profile plekken in Nederland nu waar je als je naar binnen gaat, dat er een maximum aantal mensen mogen komen. Uh, je mag in een tijdvak naar binnen, dus je moet naar binnen en weer naar buiten. En je moet daar verplicht een mondkapje op. Ja. Anders ben je niet welkom. Ik verbaasde me een beetje over. Ik had eigenlijk wel verwacht dat de pretparken vrij snel zouden volgen. Met het mondkapjesplicht. Maar dat ja. is nog niet, hè? Ja, goed, weet je, als het niet verplicht is... Ik snap dat wel, hoor. Het is toch een soort van drempel. Dus ik snap ergens wel dat preparken en andere instanties zeggen... Nou, weet je, het is nog niet verplicht. Dus uh, het zal onze tijd wel duren. Wij, uh, wij gaan natuurlijk niet verplichten. Ik snap het wel. Maar jij vond het niet vervelend in Duitsland, toch? Mondkapje. Nou, het, is, ik, het ideaal is anders, hoor. Ik, in duitsland Parijs heb ik een... Na een hele dag een mondkapje op te hebben... dacht ik wel van... nou, het is goed. Ik ben er klaar mee. Uh, en ik vond dat ook wel een klein beetje in... Um, in, uh, in Bobbejaanland en Movepunk Germany. Oh. En Vantage -land. Ja, want daar moesten we hem ook op in de achtbanen. Ja. Uh, ja. Ja, ik vond dat erg lastig. In Fly, uh, straks gaan we het over hebben... vond ik een mondkapje op. Dat was echt niet te doen. In Taron... ja, hallo, dat ding daar waait gewoon wel je hoofd af. <laughs> ja. ja, dat klopt. Ja, oké. Okay. Hallo. Okay ideaal is anders. Laten we het daarop houden. Uh, we hadden het net al eventjes over onze uh, social media. Ja, nog niet echt, maar we hebben het regelmatig over de stelling. Iedere week plaatsen we ook een stelling. En ik ben even aan het zoeken naar de stelling die ik heb geplaatst uh, destijds over mondkapjes en um, uh, andere spatschermen, uh, en, en spatschermen en andere regels. En ik vroeg toen, wat heeft jouw voorkeur? Dat is wel een oude stelling, hoor. Dus uh, het is niet dat. Het, Als jij die even opzoekt, dan zal ik, want ik had namelijk ook getweet over wat wordt nou het eerste pretpark in Nederland yeah. met mondkapjesplicht. Mm -hmm. Daar reageren toch een hoop mensen op, hoor. Bijvoorbeeld Mark Gerritsen die zegt mondkapjesplicht heb ik geen probleem mee, maar dan ook graag alle plaatsen vullen in een achtbaan... zoals ze in Duitsland doen. Ja. Want dat is natuurlijk wat je in Nederland nu hebt. Dus ja, um, stel je zou een mondkapje opzetten allemaal verplicht, uh, maar je moet dan ook nog een stoel mm -hmm. vrijhouden. Ja, dat dat, ja. dat, dat, ja, ja, dat ja, is dan ja. misschien een beetje dubbel op. Aan de andere kant, een mondkapje is ook geen totale bescherming natuurlijk. Nee. nee ik had toen de stelling op 12 juli geplaatst. 12 juli. Ja. Um, uh, wat, wat heeft jouw voorkeur? Zijn het dan anderhalf meter afstand, afzetlinten, schuttingen en spatschermen? Of alleen mondkapjes? Het um, was 51,3% was toen voor de schermen en anderhalf meter. En het mondkapje had toen, vond ik toch een opvallende hoge scoren uh, score van 48,7%. Ik dacht, oh, dat gaan mensen verschrikkelijk vinden. Maar zelf 12 juli vonden mensen al een mondkapje in principe prima. Dat is best goed. Iets, iets minder dan de helft. Um, ja. Vond ik opvallend. Mm. Dat is nou. via ThemeTalk.nl, dat is ons Twitter-account. Want daarop kun je ons volgen. Nou ja, voor het tegengeluid ook nog even één reactie meepakken. Iemand zegt, want ik had gezegd op Twitter. Uh, park in Duitsland en Frankrijk laten zien dat mm -hmm. mondkapjes prima kunnen. En daarvan mm -hmm. zegt iemand op Twitter tegen ons: nou, prima kunnen is niet hetzelfde als zinvol of noodzakelijk. Dit hele mondkapjesgebeuren is aangewakkerd door de media en we lopen er als blinde schapen achteraan. Draag er één als je je er veilig bij voelt, maar overheid en bedrijven moeten zich daar gewoon niet mee bemoeien. Al dus iemand anders. Ja, volgens mij is dat bij, uh, bij mondkapjes, is dat net zoals bij vaccinaties dat als maar een paar mensen doen dan, dan helpt het niet mee. Je moet het echt allemaal aan en dan helpt het pas. Nou ja, het helpt in ieder geval natuurlijk. Voor mij helpt het altijd wel een beetje. Alleen uh, wat de vergelijking met vaccinaties is wel mooi. Een vaccinatie komt natuurlijk echt in je. Hè. Je moet echt een prikken. Mensen weten niet wat de ja. effecten van is. En een mondkapje is natuurlijk wel echt. Je moet echt. Het is best wel een ding wat je op je lijf draagt. Dus er zijn natuurlijk de, de eerste paar minuten even wennen. Maar er zijn heel veel mensen die dat ervaren als ja, ik kan niet ademen en het ja, is ja, moeilijk. Ja. Nou dat is Denk ik een beetje wennen, want je kan er prima mee leven volgens mij. Maar het, het voelt voor heel veel mensen natuurlijk als een soort van inperking van hun vrijheid. Ja, maar ik vind ja. een inperking van mijn vrijheid nog meer als dadelijk alles dicht moet. Ja. Dus ja, dan maar het mondkapje, maar liever niet. Het liefst heb ik dingen. de spatschermen en de anderhalve meter. Ja. Uh, dat, dat, is het, dat is mijn voorkeur van die twee. Ja, en dan als het echt moet, dan de mondkapjes. En want ja, alles dicht, dat, uh, dat heb ik liever niet natuurlijk. Tijd voor leuke dingen. Uh, Maries. Ja. Zometeen fly, maar eerst even de social media. De social media. We <laughs> hebben, uh, terwijl we in Fantasieland waren, hebben we allerlei filmpjes en foto's online gezet. op ons Instagram-account, TeamTalk, en ons Twitter-account, TeamTalk.nl. Um, heel veel uh, mensen hadden daar interesse in. Heel veel likes, heel veel uh, ook reacties vanuit het buitenland zagen we ook binnenkomen. Um, dus dat kan uh, via Instagram via Twitter. Je kunt het beluisteren via allerlei podcast-apps. En dan kun je bijvoorbeeld ook Spotify... en dan kun je ook vaak een rating achterlaten. Doe dat even, hartstikke leuk. Vinden hem ook leuk. Um, dan hebben we verder ook nog een website. Dat is themetalk.nl. En daarop vind je ook de, website, of de pagina slash reageren. En als je daar een reactie achterlaat... dan gaan we die waarschijnlijk wel ooit een keer behandelen in de uitzending. Je kunt dus ook audio opsturen. Dat kan via audio.themetalk.nl. Maar dat werkt niet altijd... Moeten we even kijken. Dus als je ons een audio uh, bestandje hebt gestuurd, stuur dan ook even via ons contactformulier een berichtje. Of via Twitter van: Hallo, ik heb jullie wat gestuurd met audio. Is dat binnengekomen. Soms dan werkt het wel, soms het niet. Wel, wat is dat precies? Ja, het gaat vooral om te grote bestanden. Dat vindt onze e-mailserver niet leuk. En dat vind ik eigenlijk wel Aha. prima. Want dan krijgen we ook geen voiceclips van uh, drie kwartier binnen, zeg maar. Dat zijn hele podcasts. Ja. <laughs> uh, dus als je een audioclip stuurt, vinden we het top, maar hou het onder de. Onder de twee minuten. Uh, ja. Anderhalve, twee minuten. En uh, wat je kan doen bijvoorbeeld... is dat je dat opneemt in, uh, in de Dictaphone-app van de iPhone. Die is best goed. En als je dan in de Dictaphone-app zit... en je drukt op je opname... dan kan je gewoon delen, drukken, mailen. En dat, dat is een bestandsformaat dat is zo klein. Ah, ja. dan, uh, dan komt dat wel goed. Ja. ja. Uh, nou goed, en, en naast die pagina hebben we ook nog... petjeaf uh -huh. Talk. En dat is de pagina waarop je ons een financiële donatie kunt uh, overmaken. Dat kan... Uh, eenmalig of maandelijks, wat je wil. En als je dat doet, dan kom je terecht. Uh, als je dat ook leuk vindt, in onze WhatsApp-groep. Met daarin allerlei uh, andere Park fans En dan heb je garantie op dag en nacht. Prep gekletst plezier. Ja, je, je blijft gewoon de hele tijd dol kletsen over Park als je nieuwe WhatsApp-groep komt. Hartstikke leuk. En um, ook deze keer hebben we weer nieuwe mensen mogen toevoegen aan ons lijstje met supports. Thomas, dat zijn Anthony. Justin Fay. Dank u. u. Stijn. Dank u. Sven Nibbeling. Dank u. Jaden. Gezellig, dank u. Eva Simonsen. Uh, dank u wel. Leroy Peters. Dank u wel. Jarne Meulemans. Dank u wel. Arjen van der Plas. Jeetje, dank je wel. En Mel Mennings. Gezellig, dank je wel. Wat een hoop nieuw mensen. Als ja, Helemaal goed. Ja, welkom, welkom, welkom. De link voor de WhatsApp groep vinden jullie op de petje.af/slash Theme Talk pagina. Ja. Als je bent ingelogd, uh, en dan spreken we jullie graag daar. Uh, zitten er nog wat berichten bij? Zullen we die gelijk even erbij pakken? Is wel Zeker. leuk, hè? Ja. Uh, Mel die zegt: Hey Thomas en Maurice, na nou ongeveer een jaar luisteren naar jullie podcast, eindelijk maar besloten om ook mijn petje af te nemen. Keep up the great work. Nou, Stop. gaan we doen. Uh, Dank je wel. Arjan die zegt, als wekelijkse afleiding tijdens de vele uren in de auto is het nu toch echt eens tijd om mijn petje af te nemen. Bedankt elke week weer voor een uurtje afleiding. En Eva Simonsen Merci. die heeft een heel leuk verhaal. Die zegt, met ja. mijn broer praat ik graag na over jullie grapjes. En met mijn man ga ik graag de pretparken buiten Nederland af. Bijvoorbeeld op de terugweg van vakantie. Zolang dat met mondkapje moet, doen we even met jullie podcast in plaats van in het echt. Bedankt hiervoor. Dus zij gaan liever niet met mondkapjes op naar pretparken. Aha. Nou, dus wij dat zijn dat een beetje een, een surrogaat voor pretparken. Ja, en Justin die vraagt nog: Hey heren, iedere keer als ik naar mijn werk ga, geniet ik weer voor jullie podcast. Bedankt. Graag zou ik willen weten: Graag gedaan. Hoe is bij jullie de hobby voor pretparken ontstaan? Oh, dat is een goede, een leuke vraag. Zal ik uh, inkoppen? Zal ik beginnen? Ja, dat is goed. Nou, natuurlijk, vroeger als kind een paar keer naar de Efteling geweest. En ooit, uh, ik geloof dat ik acht was, uh, naar Disneyland Parijs. Dat vond ik fantastisch. En toen een paar jaar later toen kregen wij op de computer het spelletje Rollercoaster Tycoon. En daar was ik helemaal verslaafd aan. Ik kon hele dagen rollercoaster Tycoon spelen. Ja. Ik heb denk ik wel, nou, ik, ik, denk, ik heb wel denk net zoveel uren doorgebracht uh, in de schoolbanken als thuis achter de computer rollercoaster Tycoon spelen. Graag wel. Uh, en uh, ik was er niet eens zo heel goed in trouwens. Ik zag laatst weer wat van, van die screenshots terug op een oude harde schijf. Mm -hmm. uh, maar goed, maakt helemaal niet uit. Maar, uh, en daar is wel een beetje de, de fascinatie ontstaan. En dat is alleen maar meer geworden. Ja, dat is ja. goed hè. En nu ben ik dertig. En uh, dan zou je denken, nou die preppark, daar ben je wel een keer klaar mee. Een paar jaar geleden was het even minder. Ik ben wel, toen dacht ik, nou, ik heb het alweer gezien. Toen gebeurde er ook niet zoveel in preparkland, Toen dacht ik, mm -hmm. Hmm. En toen altijd wel een beetje blijven volgen. En toen kwam deze podcast. Daar wilde ik heel graag een podcast daarover gaan doen. Uh -huh. En toen is dat natuurlijk... Uh, uh, ja, ja, door Teamtalk is het wel meer geworden. Ja. Uh, het horen we ja. meer dat mensen door Teamtalk... weer meer met pretparken bezig uh, gaan. vind ik leuk. Ja, maar, tuur, maar ik heb ook wel, ook wel mijn periodes... Dat ik, uh, dat ik even niet mee bezig ben. Want, ja, dan ben ik mee bezig doordat ik de podcast maak... en ik volg het nieuws, maar dan verder niet. Snap je? Ja. Uh, ja, maar zo heb is heb het ik, ontstaan. Uh, ja, ik heb eigenlijk niet echt... Een periode schat in mijn leven dat ik Prepark niet zo boeiend vond. Ik heb alleen maar gehad dat ik op andere manieren mee bezig ging houden. Want ik denk dat tot een jaar of vijftien of zo, denk ik dat ik inderdaad vooral met, met, met Eftelingen en andere parken in Nederland. En um, toen kwamen de Prepark-podcasts. Ik heb ook, uh, uh, ook heel lang geleden al geluisterd naar Inside the Magic. Dat is een Amerikaanse podcast van Ricky Briganti. Bestaat helaas niet meer. Maar um, toen kreeg ik ook heel erg interesse in in de Amerikaanse Disney parken. Um, toen ben ik ook een beetje via internet meer gaan lezen over die parken. Uh, toen ben ik daar zelf naartoe gegaan natuurlijk op een gegeven moment. Nou, in, in Nederland en Europa ben ik ook via bijvoorbeeld Prep Park Podcast... als Ochtend in Prep Parkland en Parkcast van Erwin Taats... ben ik ook inderdaad in aanraking gekomen met parken als Bellewaerde... met Plopsaland, met uh, Walibi Belgium... Um, op een gegeven moment dan ga je natuurlijk met andere vrienden mee, met auto's. Dan ga je ook een keertje een dagtrip naar Fantasieland. Dan doe je eens een weekendje Europa-park. Dan pak je eens met je, je Efteling-abonnement, ga je eens naar Tripsdrill toe. En, en zo wordt dat alleen maar groter en groter. En ook de parken, gelukkig moet ik zeggen, in onze buurt. Dus dat zijn dan Efteling, Walewiet, Overland. Um, in Nederland vind ik toch wel de grote drie. Die blijven ook wel interessant. Die, die blijven investeren in nieuwigheden, in nieuwe themagebieden, nieuwe attracties. Dus dat vuurtje blijft ook dat vuurtje blijf ik aangewakkerd. Dus, maar hoe het is ontstaan bij mij. Ik denk inderdaad ook ja, als kind naar de Efteling gaan. En uh, nou, dan vaak woensdagmiddag. Mijn, uh, mijn middelbare school lag ook in de buurt van de Efteling. Dus ja, dan inderdaad als je vrije middag had of tussenuren. gewoon even op en neer. Uh, eigenlijk altijd vrienden gehad die pretpark leuk vonden. Dus ja, het is eigenlijk altijd een heel erg uh, vanzelfsprekende waarde geweest in mijn leven. Heel goed. Ja, heel goed. Tof. Nooien. En het blijft gewoon leuk. En als je dan weer door zo'n. Zo'n groot zo, 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 zo fantasieland, of zo... dat dan zo'n enorm gebied opent. Of ik denk dat als jij dan in Rolantica zwemt in Europa Park. of je bent in Shanghai Disneyland of, of in Amerika. Of, of whatever. of je loopt door die prachtige Main Street in Disneyland Parijs... Ja, dan denk je ook van wat een, wat een veelomvattende hobby is het toch? Er zit zoveel in. Het is ja. het gave <laughs> nieuwe attracties met, met adrenaline. maar het is ook mooie, prachtige, betoverende dark rides. Maar ook restaurants en het zijn ook hotels, uitgaansgebieden. Ja, er zit zoveel in en het heeft allemaal te maken met entertainment. Het is allemaal leuk. Het is allemaal, moet allemaal mooi zijn. Het is allemaal ja, gewoon leuk. Mm. Ja. Heel ja, goed. Maries, we gaan ja. door. Want uh, we moeten het hebben over afgelopen weekend. Ja. Yes. Um, uh, het is inmiddels denk ik... Uh, hoe lang geleden dat Fly open ging? Het was geloof ik een dinsdagochtend dat er ineens een, 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 een tweet kwam, geloof ik. Ik zag hem voorbij komen met Fly is in soft opening. Rokenburg. Het hele themagebied is in soft opening. Ja. Uh, en toen Wij elkaar natuurlijk meteen appen van hier moeten we heen. Maar ja, het kon niet. Want ja. uh, die coronaregels, ik werk in Amsterdam. Uh, en uh, ja, dat. Amsterdam is code rood voor de Duitsers. Dus ja. als je vanuit Amsterdam die kant op reist. moet je eigenlijk zo vandaag in quarantaine. of je moet weet ik veel doen. Ja, ik zat uh, er al safe. Ik woon en werk in Brabant. Dus uh, ja. toen uh, niks aan de hand. Dus toen dachten we, hoe lossen we dit op? Nou, toen dachten we, we wachten totdat corona voorbij is. en dan gaan we pas naar Fly toe. Uh, nou, dat vonden we een beetje onzin. Dus uiteindelijk, lang wikke wegen, is het zo gebeurd dat uh, er kwam een... Uh, we konden bij uh, Rookburg langskomen. Fantasieland zei, kom uh, vooral kijken, want dan kunnen je ja. ook het hotel uitproberen. Ja. Nou, dat wilde ik natuurlijk wel graag. En toen heb ik gekeken, volgens de Duitse regels mag je met een coronatest. Als je die hebt gedaan, uh, mag je... Uh, en hij is negatief. Uh, ja. dan, dus dat je het niet hebt, dan mag ja. je binnen 72 uur Duitsland in. Nou, een coronatest is natuurlijk moeilijk nu, want die moet dan uh, klachten hebben. En, ja, uh, nee, dat heb ik in de vorige aflevering gezegd. Ik ga niet zomaar de GGD lastig vallen want die hebben wel wat beters te doen. Maar ja. ik ken iemand via via, doet er allemaal niet zo toe, maar die doet dat commercieel. Dat kost wel geld. Uh, maar daar heb ik dus voor betaald. Uh, en dan heb ik heb zo'n wattenstafel, floep ja. floep in mijn neus. Uh, en uh, nou, uiteindelijk uh, toen uh, 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 gewoon net zoals zo'n test op tv. Zo ging het eigenlijk. Dat ik, ja. ja en um, nou, die was negatief. Bleek een dag later. Ja. Dus wij konden naar Duitsland. Jij hebt dus heel lang geleden, he, in, in het begin van corona, heb je al eens een keertje verslag gedaan. van hoe ze dat uh, uh, bij jou hebben gedaan. Met, ja, dat gaan we niet nog een keer doen. Nee, dat was het volgende keer. Dat deed je natuurlijk in geuren zeggen. en kleuren verteld. Ja, maar. Ja, het deed, zeer. Ik het, het deed weer zeer. Dus ik maar heb, ik heb we echt mochten lang geleden. om naar Fantasieland te kunnen. Ja, nou ja, goed. Helemaal prima toch? Ja, het was, uh, het, het, het was, het was de moeite waard. Het was de moeite waard, want dat kunnen we wel wel gelijk zeggen. Holy, ja, wat Van Staatsland hier heeft neergezet, dat is echt weer baanbrekend, bizar, gaaf, nieuw, ja. top, fantastisch. Ik stel voor dat we eerst even uh, het gebied neerzetten ja. uh, en dan we dan daarna uh, los even het hotel en dan fly bespreken. Ja. Uh, het gebied zelf uh, ligt. Ropburg. Ligt zeg maar achter de Berlijn, hoofdstraat van Fantasialand. Ja, dat is een beetje linksnaast eigenlijk. Ja. Ik had natuurlijk wel gezien dat ze aan het bouwen waren. Toen dacht ik, oh dat is best wel een klein terrein. Maar het is, als je erin staat, het is een prachtig stad eigenlijk die daar staat. Ja, met om je heen hoge muren die dus het uitzicht op de rest van het park gewoon wegnemen. Ja, je zit er echt in. Ja, en wat ik ook heel gaaf uh, vond, ook heel diep. Dus ik heel diepe. Uh, je, je, het hele themagebied is eigenlijk gewoon een soort enorme brug. Met zijflanken en zo. Maar onder die brug heb je dus gewoon een paar meter. Gewoon een soort afgrond, een soort kloof. Met daarin water. En ook weer kolen. En uh, daar staan dan ook weer kruiwagens in. En, 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 en metalen uh, stallages En zeppelins. En stoomtreinen. Er staat helemaal boven het hele gebied is een stuk rails waarop een stuk stoomtrein staat, waar je af en toe ook uh, geluiden van hoort. Ja. Het is zo'n bizar in elkaar gevlochten metaalgebied. Het is echt een eigen wereld en als je uh, de ingang, want als ook de enige ingang die nu open is, ja. vanuit uh, vanuit Berlijn pakt, is dus ook nog een ingang naar Fantasy toe, het andere themagebied. Maar ja. als je vanuit Berlijn uh, het themagebied inloopt, dan heb je een soort van tunnel. Wat daar heel tof aan is, dat deed mij denken aan Galaxy's Edge. En dat is echt een gigantisch compliment. Ja. Is dat je echt die, die overgang van werelden hebt. En wat ik echt cool vind, um, is je hebt die steampunk, industriële thema. Het is overal doorgevoerd. Alles in dat themagebied is in thema. En dat is ongekend goed gedaan. Ja. Dus echt, pet uh, petje af. Want ik had vooraf niet zo'n beeld daarvan. En toen ik er was geweest... dacht ik... oh wauw... dit is echt... echt een... Echt een ja, ik vind een vies woord tegenwoordig... immersive. Ja. Maar het is echt... als je daarin staat... je bent in een andere wereld. Het deed mij een beetje denken aan... het uh, treinstation van Harry Potter... in uh, Universal Studios... waar je ook echt... Um, in Diagon Alley... heb je echt een, een, een gebied... waar je echt een soort tunnel ingaat... en je komt ja. gewoon ergens... compleet anders uit. Ja. Diagon Alley is een goed voorbeeld... Dat ik echt, die, die, dat, dat, dat niveau is het hoor, bijna echt wel. Ja, het, het is, is echt, ze uh, hebben echt worldbuilding gedaan. Het is echt Kijk, een wereld. Je, je kunt zeggen, bijvoorbeeld bij Evertalent dat is heel gaaf, maar dat is allemaal natuur. En dat, dat. kun je ergens kun je dat kennen of zo. Weet je wel, Kloegheim is gaaf, maar ze zijn allemaal rotsen. Maar dit, elke vierkante meter, we hebben er ook een tweetje over geplaatst. Alles is gewoon bedacht en, en industrieel en door mensen neergezet... Wow. Uh, in het verhaal. Dus de deurklinken zijn gethematiseerd. Uh, achtbaan supports zijn als schoorstenen uh, gedecoreerd. Uh, het zijn ovens, er staan deuren. Er zijn technische onderdelen, uh, zeppelins. Uh, er komt rook uit putten in de vloer. Um, het, het, het zijn grote stoommachines. Wa want, en waar dan ook nog eens... en daar hebben we nog niet zoveel gehad... waar een achtbaan doorheen gaat... Door het hele gebied, daar kronkelt een spaghetti sliert van track doorheen. Ja, en als en... je ergens staat, dan komt die onder je, boven je, naast je. Dat ding komt altijd langs. En, dat, en is... dat is dus heel erg goed te vergelijken met bijvoorbeeld themagebieden als Deep in Africa. In Fantasialand, waar Black Mama tussen alle rotsen doorkruist. Met Kloegheim in Fantasialand, waar Taron uh, tussen alle rotsen en paden doorkruist. Zeker. En nu hebben ze gewoon weer hetzelfde gedaan. Ze hebben gewoon weer, en ik snap niet hoe ze het doen... Maar ik denk dat ze door hun beperkte oppervlakte in Land, moeten ze dit wel doen, dit soort keuzes. En ook nu weer, het, het, is, het maakt het zo één. Het, het ja. is echt bizar. Het is heel goed. Het is echt... Uh, het, het is... Um, niet omdat... Want, disclaimer, wij zijn altijd eerlijk. Hè? Dus uh, ja, we mochten naar naartoe komen van Fantasialand. Ja. Maar ik, ben echt, ik, ik, ben, ik was echt overdonderd toen ik er binnenkwam. De grootzaamheid ervan... Uh, maar ook echt, de, de, dat, dat, dat je echt in een andere wereld bent. Ik heb het nou al tien keer gezegd. Dat is, dat is echt wel goed gedaan. De worldbuilding is echt, uh, de, de world building is echt ja. heel knap. Het is een bijzonder thema, want het is, het is industrieel. Het is een beetje magisch ook. Hè, want het is natuurlijk niet een, normaal, uh, een normale stad waar een vliegmachinefabriek nee. zit. Nee, het, nee. Is, het, is wel, uh, het is, heeft ook wel iets magisch. Het gebied is mooi. Uh, en aan, wat je, je moet je voorstellen is dat de achtbank de kronkelt overal doorheen. En als je vanaf de Berlijn ingang komt, uh, dan heb je links heb je een soort van chocoladewinkel. Of daar nou niet een ja. soort van chocoladewinkel. Het is een snoep en chocoladewinkel. Ja, chocoladefabriek ook echt. Wat ook het enige is, qua merchandise wat ze hebben, vind ik heel raar. Dus je kunt niet ergens nog, uh, ja, weet ik veel tandwielen of zo kopen. Je kunt alleen maar snoep kopen, dat is het. Geen, ja. geen universal winkeltjes, geen, geen kaartspellen, gewoon alleen maar snoep. Dat is ja, het. Chocoladerepen met het, het, het logo van Er En een beetje shaky in de chocoladefabriek. Ja. Vibe hangt daar. Heel tof winkeltje. En als je dan helemaal verder links, dan tegen de achterwand van het themagebied, helemaal in de hoek, helemaal achter de achtbaan langs, daar zit het Hotel, hotel Charles Lindbergh. Ja, want dat uh, biedt dit gebied dus ook nog. Ja. Naast een achtbaan met een wachtrij die door het hele gebied kronkelt, en een track die door het hele gebied kronkelt, en een restaurant en een bar, zit er dus ook nog een. Hotel. Ja, en dan zou je denken: Oh, aan de rand van het themagebied staat een hotel. Nou, nee. dat zit iets ingewikkelder, want het hotel is inderdaad de, wel de erfgrens, zeg maar. Wel de, de, de ja. rand. Maar een deel van het hotel uh, zit in het themagebied uh, en er gaat de achtbaan ook omheen. Dus ja. Uh, ja, als jij straks in Fly zit in de achtbaan, dan vlieg jij langs, om, boven en onder hotelkamers door. Ja. Ja, en dat is ook weer... <laughs> dat is toch bizar? En dat is een ontzettend gaaf concept. En ik denk dat dat idee al best wel vaak uh, op tafels heeft gelegen in Preparkland, Maar het ja. is er nooit echt uitgewerkt. Ik heb het maar nooit ergens gezien. gezien. Dit is echt nee. uniek. Nee. Hier dachten we, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon een hotel bouwen. Je kunt gewoon slapen. Tussen de achtbaan track. En ja. ochtends hoor je ook hoe de achtbaan wordt opgestart. Je hoort hoe de muziek wordt aangezet. Uh, S'nachts dan kijk je uit over een, een verlaten, maar verlicht rookburg... Ja. Uh, we hebben ook speciaal voor onze Petje.af-supports... hebben wij al uh, een paar dagen terug... een aflevering opgenomen vanuit Rookburg. Uh, dus als je die wil beluisteren met onze eerste indrukken... luister die dan via Petje.af-teamtalk. Um, dat is zo'n gaaf concept. Je kunt er ook alleen maar komen als je slaapt. Je hebt ook vanaf het hotel een paar uitzichtpunten... die zijn ook uniek. En je hebt ook vanaf het hotel een aparte ingang... waarmee je dus ook eerder het gebied in kunt. En ja, als je daar slaapt... Dan ...krijg je ook een, 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 een quick pass mee... ...waarmee je één keer per bezoek... ...je uh, uh, zonder te wachten... ...of met minder wachttijd in fly kunt. Um, dat, dat maakt het een totaal concept. Dat hotel, dat is ook... ...als een totaalpakket wordt dat verkocht. Want je slaapt in een aeronautencabine... ...met plaats mm -hmm. voor twee personen... ...niet meer, niet minder. En je hebt ook toegang tot het park twee dagen. Niet alleen de overnachting zit erbij in... ...maar je hebt ook nog een, een diner... ...s'avonds in het restaurant uurwerk en in een ontbijt. Um, dus dat is het totaalconcept... dat Fantasieland biedt. Um, ook een bijzonder uh, idee dus... want het is niet zo dat je alleen maar kunt zeggen van... Oh, ik doe alleen even een nachtje slapen... en ik doe één dagje park. Nee, je krijgt altijd twee dagen toegang. Altijd een diner erbij en altijd een ontbijt erbij. Ja, en kan je even uitleggen, Maurice... want jij hebt dat ongetwijfeld beter onthouden dan ik. <laughs> um, het hotel heet Charles Lindbergh. Charles Lindbergh is een, uh, een, een bekende... Vliegenier, luchtvaartpionier. Een uitvinder, ja. ja, het hele themagebied draait ook rond uitvinden en, en vliegen en steampunk. Dus hij is een ja. prima persoon om dit inderdaad, gebied te vertegenwoordigen. Ja. En je komt eigenlijk terecht in het hotel uh, waar een, een piloot, um, Meijer Hopper, die, uh -huh. die vertelt via zijn logboek: uh, vertelt hij al zijn avonturen in het hotel en in het gebied. En dat is mooi, want daarmee leggen ze gelijk de regels uit van het hotel. Dus uh, over de inchecktijden en over de toegang tot de restaurants... en over de manier hoe je het park inkomt, Dat wordt allemaal in zijn uh, logboek wordt dat, uh, benoemd. En daarmee heb je dus gelijk een soort handleiding... van hoe jij als de volgende aeronaut... hoe jij nu uh, ook dit avontuur kunt beleven... en hoe je dus ook, uh, hoe je dus ook het park inkomt komt. En, en jij komt dus ook in de zoetsporen van die mijroppen. ga jij naar jouw eigen kamer, een cabine... Uh, ja. uh, als je langs Fantasieland rijdt, zie je nu de voorkant van het hotel. Heel groot, bruin, roestig, met, met buizen die er overheen lopen uh, gebouw, lijkt het. Want dat is in principe niks meer dan een grote frontplaat. Als je naar binnen loopt, ga je een paar trappen af. En dan ben je via een buizenstelsel, kom je uit bij de uh, check-in, bij de receptie. Dan, heb je, dan krijg je een pakketje met informatieflaars en zo. Dan loop je weer het gebouw uit. Dan loop je via een extern trappenstelsel naar jouw kamer. Je hebt, ja, uh, dat vijf... is een soort van galerijsysteem buiten. Ja. Dus jouw, je kamer grenst niet aan een gang, maar gewoon meteen aan een balustrade. En die ja. balustrade kijkt in het themagebied Rookburg en eigenlijk overal in het hotel. Uh, waar je ook op, op, op die balustrade staat, komt Fly, de ja. achtbaan, voorbij, over, onder, naast, noem maar op. Ja, en, en je hebt dus, um, het zijn iets meer dan 100 kamers. Ik ben even aan het zoeken, want ik heb hier, het, uh, ik heb hier het, uh, de, de getalletjes. Maar je komt eigenlijk terecht in het, um, dat vond ik heel vet toen wij naar binnen kwamen. Het zijn 109 kamers. Toen wij naar binnen kwamen, toen liepen wij de deur door en toen vloog de trein net over ons hoofd heen toen wij binnenkwamen. En dat is echt een, een binnenkomst. Nou, dat is, dat is epic, dat zie je nergens terug. Gewoon een achtbaantrein die jou verwelkomt in je hotel eigenlijk. Nou goed, het is dus wel allemaal buiten. En dan ga je dus naar je kamer toe. En dat is een, een, nou, een vrij klein opgezette cabine. Met daar een links en rechts een één En als je dan een paar meter doorloopt, die twee meter doorloopt, dan kom je uit bij het badkamertje. Met een ja. vrij kleine oppervlakte, met links een douche, rechts een toilet. Een capsule kan je het noemen, hè? En een, capsule. Een, een, een capsule, ja. ja. Een, rechts een toilet en een wasbakje. Het plafond is en ook afgerond. En ook alles ja. ook in je kamer is weer enigszins in thema. Dat vond ik ja. ook wel cool. Ja, elke uh, schroef. Ik, ik had... elke, ja. elke lichtknop zelfs. Als je de extra aflevering, aflevering hebt gehoord. Die we voor een petje af hebben gemaakt. Dan hoor je ook hoe wij de lichtknop testen. En het geluid is echt, dat zijn niet <laughs> standaard lichtknoppen. Zeg maar. Nee. Nee. Ja. Want ik moet zeggen, ik heb wel eens eerder in thema hotels geslapen. Uh, Santa Fe bijvoorbeeld, in is in Parijs of zo, weet je wel. Ja. Um, en dan is je kamer enigszins. Wildwesterugs, Arizona-achtig met het dingetje. Ja. Maar dit is wel echt, je kamer is echt onderdeel van een soort van storytelling, namelijk een vliegcapsule. Ja. Dus het is echt, het, het, het is allemaal wat krap en kra... En, en, en zeg maar, je hebt als je je kast waar je, je spullen in moet doen, dat is een soort van air cargo, uh, ja. rolluik, weet je zo. En, en, en zo is alles helemaal in, in thema. En er hangt ook nog eens een, een soort van, uh, hoe zo'n bril van zo'n uh, vliegenier. Hangt, hangt, hangt in je kamer en dat, dat soort dingetjes. Ik had dat nog nooit meegemaakt en ik vond dat wel heel stoer. Ik vond dat wel cool. Ja, zeker. Dat, dat maakt er echt een heel unieke beleving. Ik moet ja. wel zeggen dat ik me heel erg afvraag. voor wie dit nou is bedacht eigenlijk. Ja, want. zelf zegt daarover bijvoorbeeld. Nou, noem, noem even, een, een vader en zijn zoon die zouden bijvoorbeeld misschien een keer uh, naar een hutje aan een meer gaan om daar met z'n tweeën te gaan vissen. Nu ja. boeken ze zo'n capsule en gaan ze echt een avontuur aan. Want dat is het echt, hè? je komt eraan. Dat had ik wel echt van wow. Ik, mm -hmm. Als je daar slaapt, dan ga je helemaal mee in dat rookburg. Uh, ja. In dat avontuur van je gaat vliegen. Je gaat de, en, en daar is het denk ik voor, of voor ja, twee want, vrienden. Of... Want in, in, het, uh, in het hotelverhaal uh, wordt ook helemaal niet het woord Fantasieland genoemd. Het is alleen nee. maar Rookburg. Ja. Het is, uh, een, een, geloof, het is echt een adventure hotel. Hè? Dus het is ja. echt een... Uh, dat, dat is wel uniek. In, dat, ja, als je, als je, kijk, als je daar naartoe gaat uh, met je vriendin of je vriend. Uh, 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 of wat je ook hebt. En je gaat daar dan uh, voor een romantisch weekend. Je hond. Uh, en je, en je, 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 je wil jezelf even laten onderdompelen in rust en luxe. Dan moet je lekker een ander Fantasieland kiezen. Dit ja. is voor de avontuur die, die gewoon het supervet vindt om A, tussen een achtbaan te slapen. Hallo, hoe vet ja. is dat? Ja. B, uh, om echt even een weekend op te gaan in een wereld. Want je, je maakt letterlijk dit klinkt Het klinkt overdreven, maar ik vond dat wel goed gelukt. Ja. Nee, maar je maakt letterlijk het raampje van je badkamer open. En uh, ja. er vliegt een achtbaan langs. En je kijkt, je kijkt naar de andere hotelkamers even verderop... die ook helemaal in thema zijn. Want ja. je kijkt zelfs daar... Uh, kijk je niet uit het themagebied. Je kan er zijn nee. wat stukken waar je net over de rand van ja. de muur kan kijken, maar dat is daar moet je goed, moet je echt kijken. Maar in principe blijf je in die bubbel, in die rookbubbel, rookburgbubbel, de rookbubbel. <laughs> ja, precies. Ja, ja. Uh, dus nou. het hotel, ik vond het, kijk, het is een bijzondere ervaring. Je kan ook alleen maar een kamer boeken met twee losse bedden. Uh, ja. Er is ook wel iets van een familiekamer nog, maar als je gewoon echt een kamer wil met een tweepersoonsbed, dat is er niet. Um, het is echt voor die avonturier, voor die vrienden. Um, en ook alleen het arrangement, zoals je net zei. Maar ik vond het hotel uh, een bijzondere ervaring. En ja. het, het, ik denk, uh, de deal is. Uh, nou, de, de prijzen variëren een beetje. Maar ik geloof dat het nooit echt uh, heel veel meer dan 450 euro zal zijn. Uh, nee, dat is wel de max, volgens mij. Hoor. Ja. Um, is volgens mij best wel waard. Want ik krijg twee dagen park, ontbijt, diner. Uh, eerder toegang tot, uh, uh, tot Rookburg. Uh, ja. Of in ieder geval voorrang bij uh, Fly. En. En, en, en die unieke ervaring van slapen tussen die achtbaan. Ja. En dat voor twee personen is best een goede deal, volgens ja. mij. Het is net open. Er uh, kan nog wel een paar dingen dat ik dacht van mm, moet eens even naar kijken. Want ik vond dat er bijvoorbeeld weinig plek was om je spullen echt goed neer te leggen. Bijvoorbeeld bij de badkamer. Ik moest echt, wat spullen moest ik echt op de gesloten toiletbril neerleggen. Ja, om maar, uh, toch ja. een soort van tafeltje te hebben. Ja, maar jij bent duidelijk geen avonturier. Ik, hoor nee, ik ben duidelijk eens. geen avonturier. Ik ben duidelijk nee. echt een luxe mens. Ik ben uh, <laughs> Link Bao. Uh, ge geef mij maar. Link Bau all the way. Het andere hotel van Duitsland. Uh, hmm. Matamba ook een groot hotel. Um, nou, ja, ik vond dit ik wat heel Wat ik fijn. Ook opvallend ik... vond. Uh, ja. uh, de receptie, het personeel, ging helemaal mee in die, in die beleving. En wij kwamen eraan. En ze gingen alles helemaal uitleggen en zo. En ze noemden ons ook aeronauten en zo. En ook de service was ontzettend hoog. Want ik wilde s'nachts even lekker douchen. Maar het water was niet heel warm. Ik dacht, oh jee, uh, wat, wat nu? Dus ik dacht, ik, ik wandel even naar de receptie toe. Oh, excuses, ik kom gelijk met u mee. En we gaan het gelijk fixen. Ik kreeg een emmertje met drankjes. En ik kreeg, uh, uh, ik kreeg een andere kamer zelfs. Um, maar hebben ze super opgepakt. Heel erg uh, meedenkend. En niet zo van, oh ja, jammer, dat is nu eenmaal zo. Um, komt u morgen weer terug? Heel erg gastgericht. En. Um, het geeft echt een gevoel van vrijheid. Het hele hotel. En ze konden heel goed Engels, viel mee op. Ja. Het hotelpersoneel. Echt, ja. uh, was het was Ik dat, dat er iemand uit Engeland daar werkt of ofzo. Ja. Ontbijt ja. was ook lekker. Ontbijt is dan ja. in restaurant Uurwerk. Ja. Uh, dat is s'avonds ook een restaurant waar je dan ook je diner krijgt. S'ochtends krijg je daar je ontbijt. Prima buffet. Ook het ja. avondeten wat bij het arrangement hoort was prima. Goede hamburgers, ja, veel vlees, zeker, zeker, grote zeker. porties. Uh, ook trouwens een plachtig, uh, ik, ik was uh, ja, gewoon een mooi, prachtig aangekleed restaurant. In het themagebied helemaal. Ja. Uh, de Bar 1919, ook een ja, prima bar. Uh, ja, ook helemaal top. Weet je. En het leuke daaraan is wel dat die bar, uh, is omdat je dus echt in je bubbel zit. Uh, die bar is s'avonds natuurlijk uh, nog open tot, tot laat. Ik weet niet precies tot hoe laat, maar goed, tot heel laat. Um, en die bar is ook alleen voor de gasten van. Uh, het Charles Lindbergh Hotel. Dus je zit in die bubbel, ja. in, de, in die Rookburg-bubbel. En alle mensen met, die ook in die Rookburg-bubbel zitten... zitten ook in dat themagebied. En in, ja. dat, in die bar. Dan komen ja. dus niet de lokale mensen uit Broel... of, of, of van uh, het hotel even verderop. Die komen er niet ook zitten. Dat ja. is wel vet, hoor. Want daardoor zit je met elkaar in dat wereldje s'avonds. Ja. ja. Ik zie het misschien hier op termijn ook nog wel... misschien entertainment overdag of zo toekomen, uh, naartoe komen. Of... Of andere dingen. Het is echt, echt één wereld. Ik moet maar, zeggen, we zijn wel in Taron geweest toen we in Vertaalland waren. We zijn Black Mama geweest. Maar het was echt uh, 90% van de tijd hebben we echt doorgebracht in Rookburg. En dat was prima. Nou, te de doen. eerste dag kwamen wij uh, einde van de middag aan. Uh, en uh, zijn wij niet Rookburg meer uit geweest. Nee, pas de ochtend nee. erna, ja. Toen we rond een uurtje of één, denk ik, de dag erna, één, twee, gingen we uh, de rest van het parken in. Maar zijn we eigenlijk zijn we bijna rond de klok zijn we in Rockburg geweest. Ja. Dat is best bijzonder, hè, voor een themagebied. Ja, zeker. zeker. Ja, ik, ik, ik zal het altijd blijven herinneren. Hoe wij gewoon die avond. Het had geregend, de, 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 de straten waren vochtig. De, alles spiegelde van, van, het, van het water. De muziek draaide nog een beetje, de sounddesign stond aan. En we waren dus bijna als enige in het themagebied. Stonden op de balustrade in het hotel te kijken over het gebied heen. Ja, dit was echt een en dan zie je een die afbaan, die, die verlichting is die fantastisch. Achtbaan. Ja, het, het is echt bijzonder. Uh, ja. Goed tot zover het reclameplaatje voor het hotel, wat geen reclameplaatje is, want <laughs> we zijn gewoon eerlijk. Maar ja. we zijn wel heel positief ineens, dat mensen zeggen. Nou kom, ja, het, ja, over, over het <laughs> hotel, het, het hotel heeft echt wel zijn handleiding, hoor. Ja, natuurlijk. Je, je moet er niet, dat, wat ik zei, je moet er niet naartoe gaan als je denkt, ik ga even lekker in, in, in luxe ondergebaat worden. Nee. Dat is eh, daar gewoon niet. Bijvoorbeeld, ik heb, ik heb in, in Lingbao... daar kun je ook gewoon lekker in een sauna gaan zitten. Of ja. in een... In een dat, dat is daar allemaal niet. Nee, nee, nee. nee, nee. nee je hebt ik, een douche en dat was ja. het. Je hebt geen bad Het is, het is een beetje kamperen, bijna. Ja. ja. Nou, nah, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar goed, de, de massiviteit ervan... en het feit dat je zo in die achtbaan zit en slapen terwijl ik, 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 ik lag er toch s'avonds even aan te denken... ja, dat is misschien raar, ik lag daar in dat bedje... In die overigens perfect verduisterde kamer. Dat vind ik altijd fijn als er geen licht van buitenaf ja. binnenkomt. Um, en dat je dan, daar ligt ik je oh, op, echt op, op een paar meter van mijn hoofd nu, is gewoon een achtbaan. Ja, ja bizar hè? Ja. Die en achtbaan, dan zou je denken, ja. het zal een enorme herrie zijn, want het zijn allemaal heel kleine cabines. Je zit er met best veel mensen en je hebt dus er zo'n achtbaan die er overheen raast. Je hoort niks. Het is nee, zo heel nee, geïsoleerd. geïsoleerd. Um, ja. We waren ja. met, uh, met Mark. En die ook regelmatig in de podcast horen is. En ik sliep in de kamer naast hem. Ik dacht, ik ga het gewoon even testen. Dus ik ging die avond ging ik gewoon schreeuwen. Mark! Mark. Mark. Ik ging tegen de muur aan slaan en zo. Ik wilde. <laughs> maar ik dacht. Nou kijken of hij mij kan horen. Toen zei hij: ben al begonnen met, met roepen, want ik hoor niks. Dus ik, er zit daar echt nee. een isolatie tussen. En ik, en ik zat boven jullie, ik heb het ook niet gehoord. Nee. Ja, dus uh, nee. Dus dan de volgende ochtend. Wij mochten in die achtbaan een aantal keer. Ja. Uh, dat was, was, was echt vet. Is um, um, nou, dat, dat jouw beginnen. wat te heftig hè? Nou laten we beginnen. De achtbaan zelf is, is, is een ongekend lange achtbaan. Hij duurt heel ja. lang. En het ja. is een flying rollercoaster. Nou, ik heb eerder over flying achtbanen gezegd. Ik ben geen fan van het genre. Dus uh, het genre is namelijk uh, hangend onder een trek. Maar dan uh, met je stoel gekanteld in een lichtpositie. Dus ja. je gaat naar horizontaal. Je hangt in je beugel. En ik ben bang voor hangtime. Daar ben ik altijd geweest. Dat zal ook nooit overgaan. Ja. Het hangen in een beugel. Ik moet dan heel veel vertrouwen geven in dat systeem. Dat vind ik eng. En ik krijg daar nog steeds zweethandjes van. Desalniettemin. Uh, wij, wij liepen s ochtends. Dus of middags was geloof ik weet niet hoe laat het precies was. Maar wij liepen naar die baan toe. En het was in één keer. Oh, voor het wisten stonden we in die wachtrij en waren we aan de beurt. Uh, overigens. Uh, kluisjesysteem, uh, ja, werkt een werkt soort van magic band. Dus je ja. krijgt een soort van uh, horlogebandje, krijg je. Ja, je, je krijgt eerst, eerst, krijg je van de medewerker krijg je een polsbandje. Uh, een, een dan loop je door naar de kluisjes waar je alles moet inleveren. Alles wat maar los zit, dat moet in een kluisje. Dus alles, alles, je alles, zonnebril, alles, 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 je portemonnee, alles, alles, alles. Je, je, je gewone bril, alles moet in een, er mag niks mag er van jou uit jou uh, kunnen vallen. Um, en dan ga je door naar het station. Het uh, bandje doe je om, het is gewoon een mooi plastic bandje. Uh, en dan komt er een trein, ingevlogen. Die komt van rechts, komt die naar links gereden, de stoelen zijwaarts gedraaid. En die remt hard af. En dan staat daar je trein. Ja. Het station is vrij duister, met wat uh, borrelende machinerie, en wat uh, andere technische zaken. Je moet uh, het voor je zien alsof... Uh, want, want zoals Je zegt, ja, stoelen zijn gekanteld tot... Is misschien moeilijk voor je te zien. Maar. Uh, je, moet je voor je zien dat er een achtbaan trek aan de muur hangt. Ja. Uh, en, en dat, dat de, de achtbaan binnenkomt. En dat alle stoelen als een bank op een rij staan. Alsof je in, ja. een, in een topspin stapt. Ja. Uh, dus je de gaat de naast kant. elkaar zitten. Allemaal. Ja. Uh, dan is het gewoon een beugel. Uh, die je uh, van. Uh, over de shoulder. Dus je komt van boven. En dat is een soort van groot blok. wat op je. Uh, op je, op je uh, ja, rand je bovenbenen, booskas. onderkant buik drukt. Ja. En daar hoort dan een gordel bij. Een soort van, hè, vergelijkbaar met de beugel uh, die Verkoma ook gebruikt op de Python en op uh, Space Mountain. Ja. die, uh, die jouw bovenlijf. Uh, ja, uh, tegen die, die, de Een groot uh, blok wat dus op je bovenbenen en je buik rust. En dat klikt in een systeem aan de zijkant. Dus je hoort echt. Rrrk, en die beugel is zowel hydraulisch, dus, dus zeg maar echt, net als gewoon uh, nou, de hydraulische beugels van de Python of of, Speed of Sound, of uh, 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 Space Mountain. Maar ook nog eens een keer, dus extra omdat je volledige gewichten ophangt in dat, in dat echt fysieke, metalen geklikrats, daar klikt ja. jouw beugel in vast. Uh, maar... en je, het zit ongekend comfortabel, want dat moet ik wel zeggen, dat heeft Verkoma echt goed voor elkaar. Dit zit gewoon lekker. Ik ging ja. zitten, ik dacht zo, dat is een fijne stoel. Maar. Ja. Als je in de Baron gaat zitten of ja. de Phoenix, dan komt er altijd zo'n extra riempje. Een ja. riempje, dat is er niet. Er is, is... geen extra veiligheidsriempje. Ja. En dat vond je eng, hè? Nou ja, terwijl dat is natuurlijk onzin is. Want stel nou dat alle, alle all systems down. Uh, en, en, en dan moet een riempje mijn 100 kilo houden. Dat doet hij ook niet natuurlijk. Dus ja. nee. Uh, ja, Ik moet zeggen dat, dat, dat ik dat bij deze nog niet eens zo eng vind. Op een gegeven moment moet je je daarover geven, maar inderdaad, er is geen riempje. En um, nou, dan zit je, wordt goed gecontroleerd. Even de Dit gaat on, on, ook wel weer heel efficiënt, moet ik zeggen. Ja. Dus het gaat best snel allemaal. Ook, ja. ze, ze kunnen best doordraaien. En dan is er een lekkere, uh, dat noemen ze een dispatch sound. Dus tof, tof, ja. tof, tof, lekkere drums. En dan ga je dus, terwijl jij naar voren kijkt, uh, ga je zijwaarts vertrekje. Maak je ja. een bocht, begint er wat bombastische muziek te spelen. Dan ga je een soort van lift heel op. Um, en daar maak je zelfs nog, nog een bocht in ook, dan ga je langs, eerst langs wat, wat, wat van die 3D uh, uh, ja, projecties zijn het niet, maar zoiets um, best wel gaaf aangekleed. ik vond de muziek ook wel tof in dat in de stukje Dark Ride eigenlijk, is niet heel veel te zien, maar het is wel bombastisch sp ja, en spectaculair zorg, special, ja, je komt eigenlijk langs uh, verschillende um, van die draaiende stokjes met ledjes waardoor je, omdat ze, uh, omdat ze heel snel draaien, kunnen ze in de lucht zogenaamd een soort Patroon, soort dingen zien. Een soort hologram. Dan zie je een soort hologram. Zie je een, ja. een, een, een vlieghelm en een tandwiel en dat soort dingen. En dan ga je langs een grote muur. Dat is een, grote video, een groot videoscherm. Waarin je zogenaamd in een fabriek kijkt. Waarin je uh, ziet hoe uh, ja, technische vliegonderdelen worden gemaakt. Ja, wat niet echt dat je zegt van: oh, wat een duidelijk verhaal. Maar het is allemaal. overal in het hele gebied. en nu ook hier weer, wordt het Steampunk fabrieksmatige thema, industriële thema wordt aan je gevoed en dat wordt hier ja. ook nog gedaan. En dan, en dan in die dan? laatste bocht dan draait uh, dat is een bocht naar de lanceersectie toe. Ja. Dan kantelt de baan, dus terwijl jij nog zijn we, hang je nu in één keer onder de trek en draait je stoel naar voren, waardoor je dus ja. ook met je hoofd in de rijrichting gaat. Ja. Uh, dat, en dan is hang je. Effe, dat is even schrikken, want dan ja, dan in één keer gaat je volle gewicht niet van je kont zeg maar, naar de stoel, maar hangt dan in die beugel. Ja, uh, dat is even wennen. Uh, je voeten, overigens, die, die moet je achter een soort van plaatje houden, die zit ook gelokt, dus je kan met ja. je voeten ook niet, niet daaruit. Nee. Je kan niet even gek gaan doen. Ja, en dan hang je onder de baan. En wat ik heel cool vind aan deze flying, is: ik heb ooit wel eens een flying gedaan van, uh, van BM Manta in SeaWorld. Ja, is daar hang je uh, dusdanig plat. Laten we zeggen dat je echt gewoon horizontaal ligt. Waardoor je eigenlijk gedwongen wordt naar beneden te kijken. Um, bij ja. die BNM's. En wat, wat deze flying coaster doet, is dat je. Ja, het is horizontaal. Maar je hoofd is iets naar boven gekanteld. Waardoor je um, vliegt. Want je kijkt naar voren. Ja. En dan is er een launch. Daar zit verder geen effect of zo bij. Hè? Geen ik moet ook zeggen, Nee, ik moet ook zeggen. Uh, de absolute. Uh, de voorkeursplek is ook voorin. Ja. Heb ik één keer mogen doen met jou. Dat was de allereerste rit ook meteen. Ja. Uh, en ja, dat is toch wel echt spectaculair. En dan die lancering. En na die lancering ga je meteen ja. omhoog. En dan heb je meteen een soort van overbank turn. Heel op het hoogste punt volgens mij van de rit. Ja. ja. Je gaat ook een paar keer ondersteboven. Je gaat echt over de kop in deze achtbaan. En terstelling tot is bij... is toch uh, wel echt fantastisch. daarom. Ja. Ja. Ja, dat maar het voelt, allemaal, een, ja. het voelt allemaal heel erg naturel. Het voelt echt zo van: oké, okay, we gaan echt vliegen. En ik ga echt nu zo vliegen dat ik nu hier over de kop ga. En joh, ik ga ontwijken, Raken links, ontwijk ik de gebouwen. Ja. En oh, we vliegen net over de fontein heen. En bam, ja. we knallen een tunnel door. En uh, ja, dan. En dan, lang en, uh, en lang. Ja. En dan is er een tweede lancering waarbij je een rollende lancering. Dus je komt gewoon aan en in één keer ja. versnel je. Net als bij Tadel, dus keer... Ja. Zzzzt, dan schiet ja. je weer omhoog. Na die tweede lancering zit gewoon airtime. Ja. Airtime in een flying coaster. Nou, dat ja. is echt, vond ik zo cool. Het is, vind ik een hele intense ervaring. Ja, ik moet zeggen, het uh, zijn niet echt dat je zegt: van wauw, het zijn keiharde launches. Het is, het is, uh, het is niet comfortabel. Het is meer alsof iemand je een heel harde duw geeft. Het ja. is niet, niet zo'n harde launch als in Tarot. Het is gewoon een soort uh, een opsweep, een opsieper eigenlijk. Ja, de baan is hartstikke vloeiend. Ik hoop dat dat ook ja. zo blijft. Uh, uh, maar ik het is, het, 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 wat ik echt vet vind, is je hebt die, wel echt die vliegervaring. Dus je, hangt er, ja. en je hebt echt het gevoel dat je vliegt. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vond het de eerste rit doodeng om mijn handen los te laten. Dat heb ik misschien één moment even gedaan. Ja. De tweede rit deed ik dat wel. Ik pro pro probeerde de hele rit gewoon met mijn handen echt zo te houden alsof je vliegt. Alsof, alsof je een vogel bent. Ja. Ja, dan voel ja, je ja, je ja. echt. Dan ervaar je vrijheid. Ja, dit klinkt heel overdreven. Maar uh, ah. als ik ooit geïnterviewd word door het comité 4 en 5 mee en ze vragen wat betekent vrijheid voor jou dan zeg ik het gevoel na de tweede lancering in fly in fantasialand dan ga ik naar Duitsland. Ja. Maar is zo slecht dan ga nou, ik maar... naar een hotel Charles Lindbergh. ga ik dan. Ja, maar goed, maar je, 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 vliegen is echt fantastisch. En, het is ja. echt een gave, uh, het is, het is een gave achtbaan. Ik zou hem niet per se in, in, in de beste achtbaan zetten. Want dat vind ik, dat vind ik, ik vind daarom bijvoorbeeld net als jij ook wel beter. Ja. Maar uh, het is wel zo'n unieke ervaring. Ik, ik zou ik het niet drie, vijf keer achter elkaar in kunnen of zo. Nee, jij bent drie keer geweest achter elkaar, geloof ik. Ja, zoiets. Ja. Ik haakte bij twee ritten achter elkaar, want we konden op een gegeven moment konden wij uh, blijven zitten. Uh, ja. Wat natuurlijk heel tof was, dat dat mogelijk gemaakt werd. Ja. Uh, maar ik ben toen na twee ritten, heb ik gezegd, jongens, ik bedank even voor de eer. Want uh, <laughs> ik vond het is, wel heel heftig. Maar dit is, en het klinkt echt heel cliché, maar deze achtbaan is ook om van te genieten als je er niet in zit. Je hoeft niet per se in dat ding te hangen om te kunnen genieten van het thema en van het themagebied en van de, de rit. Ja, het is, is zo'n bizar verwrongen stuk staal tussen de, andere, uh, tussen de gebouwen door. Het is zo'n bizar gezicht. Zoiets unieks. Dat ja. ook al zit jij niet in, het is toch heel gaaf. Ja, en, en dat, 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 dat gevoel van vliegen, dat, dat, dat is wel uh, echt bijzonder. Ik vind wel uh, een paar elementen in de baan, vind ik niet zo fijn. Daar wil ik echt. Werd mij een soort van misselijkheidsding getriggerd. Okay. Maar dat is maar op één of twee punten. Dat is... Uh, uh, er zit een, 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 een... Heel specifiek nu hoor, maar net na die tweede lancering... Want oh, nou, Voordat ik daarover begin, dat, dat vind ik ook heel tof van deze achtbaan. Mm -hmm. uh, maar dat heeft Taron ook. Dit is een achtbaan die net als een film uh, zit. Het hoogtepunt net over de helft van de achtbaan. Dus normaal ja. gesproken bij de meeste achtbanen is het zo. Lift omhoog en dan... Dat het stukje daarna is het meest heftige en daarnaast uitrijden. Dit is een achtbaan, dat heeft, uh, ja. uh, 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 heeft Taron ook. Waarbij eigenlijk in de tweede acte, net als bij een film, dan Bas gaat het echt begint echt het echte werk. Ja. Wat ik heel vet vind. Uh, maar na die tweede lancering, dan ga je dus helemaal omhoog. Uh, en daar zit een uh, net na die bocht zit een. Zit een, een voor mij is een Zero G roll daarbovenin. Dat dat weet is je wat kunnen. ik bedoel? Ja, Oh, jij hebt er niet in je hoofd meer de layout, ik wel een beetje. Maar die, die, die vond ik, he die vind ik heel heftig. Die vind ik wel echt. Uh, ja, je, weer... Oh, wat gebeurt er? Gaat, je gaat in het begin een keertje over de kop. En dan mm -hmm. inderdaad helemaal tegen het einde aan. Ga je nog een keer over de kop. Ja, bijzonder. Dus ik, vond die, ik vond die wel, uh, wel heftig. Maar het is, ja. het is echt wel een goede achtbaan. En, uh, ik zou wel zeggen top 10 werk. Wat jij? Ja, geen idee. Het is wel een van de betere achtbanen die ik ken. Maar het is absoluut. Ja, wat ik zeg. Uh, kijk, als ik. Uh, Daarom, dat blijft gewoon mijn nummer één. Ja. Uh, ik denk dat ik een uh, Beter vind. En, Goliath, en Phoenix en, en Troy. Dat ik die beter vind. Qua, puur qua rit. dan Fly. Okay. Maar het is wel een unieke. en gave beleving. En dat hele systeem. met dat je uh, horizontaal. of dat je gewoon zittend instapt. en dan draait. en dan weer terugdraait. en die launches. Dat ja. is zo uniek en zo vet. Ja. ja, je moet het een keer meegemaakt hebben. En dat klinkt heel flauw, maar dit, zeker als je pretparkfan fan bent. Ja. Je moet het een keer meegemaakt hebben. Ja. Want het is echt een, uh, echt een uniek gave attractie. Wachtrij, ook hartstikke vet. De wachtrij gaat ja. helemaal slingert ook weer door het gebied. En wij stonden op een gegeven moment in die wachtrij. Zeiden we: Oh, we zijn helemaal aan de andere kant van het gebied. Hey, en dan daar liepen we op... net. Hey? Ja, <laughs> dat ja. komt overal. Maar ook weer wat gave dingen aangekleed. Er zat een vette robot in die sectie uh, in, in in die net voor, voor, voor uh, de, de kluisjes. Um, en bij de hey. uitgang is dat met die kluisjes ook weer heel goed geregeld ja. En dan loop je de trap op En dan sta je in één keer weer midden in dat gebied uh, In mijn hoofd heb ik nog niet helemaal in, in de gaten Hoe die constructie nou precies in elkaar zit Want het is echt en toch, uh, Je hebt toch twee dagen rondgelopen Ja, dat is bizar hè Ja Ja Ja, 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 ja. <laughs> um, en wat leuk was, is, wij mochten ook nog even wat mensen spreken van Fantasialand. En uh, wat ik heel vet vond, is. Uh, we hebben ook even gesproken met, met iemand die uh, bij Fantasialand gaat over de operationele kant van zaken. He, ja. en, en ook uh, betrokken is bij het ontwikkelen van nieuwe attracties. Um, en toen zei ik van, nou, hoe komt zo'n achtbaan tot stand? Hè? Want uh, hoe. hoe zeggen jullie nou wij willen een flying coaster en en en, en of, of kwam Vekoma, want dat is een Vekoma achtbaan. Kwamen zij met: "Hey, we hebben een nieuwe techniek bedacht. Wat vinden jullie hiervan uh, op de proppen?" En toen heb ik wel echt bevestigd gekregen van Fantasialand. dat het vanuit Fantasialand al heel lang een ambitie was om een flying roller coaster te doen. Maar en dat vind ik dus zo cool. Zij vonden de bestaande flying roller coasters niet goed genoeg. Ja. Dus wat Manta en SeaWorld, daar was dat ging het niet worden, want te heftig en vond ik één heel mooi voorbeeld en dacht ik ja, maar jullie hebben hier echt over nagedacht. Bijna alle flying rollercoasters, misschien zelfs allemaal, dat weet ik niet helemaal zeker, maar bijna allemaal van B&M hebben ja. een pretzel loop. Dat is yeah. dat element waarbij je, zeg maar een looping induikt bovenin naar beneden, omhoog en dan uh, bovenaan de looping er weer uitdraait. draait. Uh, dat is een super heftig element. Ja, um, echt heel erg intens. Ja, zijn mensen die daar blackouts in krijgen? Um, en daarvan heeft Fantasieland gezegd: Ja, maar wacht even, als we een flying rollercoaster bouwen. En het gaat om het gevoel van vliegen. Dan heb je ooit wel eens een vogel een looping zien maken. Dat, dat hoort er niet in. <laughs> nee. Draaien kan wel, want dat, dat zit op zich wel. Hè, dat, dat, dat kan wel in die vrijheid van het vliegen. Kun je nog eens een keer helemaal ja. omdraaien. Maar een ja. looping, dat hoort niet in een flying rollercoaster. Dus ze hebben nee, echt een nee, lijst nee. gemaakt met elementen die je kent uit bestaande achtbanen, van wat geeft nou echt het gevoel van vliegen? Wat zijn nou bewegingen die je zou maken als je een rondje vliegt door ja. dat gebied? Als vogel of, of, of als, als echt in een jetpack, want dat moet het dan in theorie voorstellen. En dat, dat lijstje elementen hebben ze opgestuurd naar Vkoma En dit is de oppervlakte, daar moet het komen. Succes! En zo, zo is deze achtbaan ontstaan gekomen. En daar hebben ze later dan het hotel tussendoor ontworpen en de paden en, en, en het restaurant en noemen op. Nou, Dat ja, vind de... ik wel echt gaaf. En de hoofdontwerper, Erik Daaman, is een uh, Vlaming. En die heeft het thema ook bedacht. En die heeft ook gezegd van het wordt steampunk. Dus ik vroeg ook aan die, aan die, aan die technische man van het fantasieland. Ik, hey, uh, stel, uh, Erik Daaman had gezegd het wordt een jungle thema. Ja, zijn het dan eens een jungle thema geweest. Dus dat we al, <laughs> Dat hebben we gewoon los bij bedacht. Ja, maar het past goed. Het, 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 het ja, is echt zeker. fantastisch. Ja. En um, uh, maar ik vond dat ja, ik vond het echt gaaf om te horen dat ze echt. Heel graag zelf dus die flying rollercoaster willen. Ik heb natuurlijk ook even gevraagd, van, goh, wat zijn nou de afspraken? Uh, gaan we deze achtbaan uh, op meer plekken zien? Of is dit exclusief voor Nou Daarvan hebben ze gezegd, voorlopig in de buurt... Dus denk even aan Nederland, Duitsland, uh, België, Frankrijk. Ga je dit type achtbaan niet zien. Maar het is niet zo dat die niet ook op andere plekken verschijnt. Want daar het er te gaaf voor. Ja, en komen heeft natuurlijk ook, ook best wel veel onderzoek moeten doen naar hoe werkt dit technisch. Hè? Hoe kunnen we dat daar ja. nou elkaar krijgen zoals jullie willen. Van wilde deze manier van instappen. Van ja. wilde deze beugels. Van ja. wilde dat je wat meer schuin omhoog zou hangen, zodat je meer het gevoel van vliegen zou hebben. Nou, dat moest ja. allemaal opnieuw ontworpen worden, want dit bestond niet. Uh, nee, en ook dat, vet. From scratch helemaal gemaakt. En dat betekent dat je dit dus waarschijnlijk wel op andere plekken gaat zien. Misschien gewoon met de ja. lift. Dat zou nog kunnen, hè? andere ja. plekken. Uh, of ook daar met lanceringen. Nou goed, dat weten we niet. Um, maar uh, in Nederland dus <laughs> voorlopig niet. Voorlopig even niet. Nee, maar dat hoeft ook niet, want ja, Fantasieland is. Maar ja, joh. In een paar uur zit je er. Ja. ja, zover is het niet. En um, ja, als, als jij ja. Uh, gewoon een eindoordeel moet geven, Maries een 8.8. Een 8.8. Ik, uh, ik geef een 9. En dat is best hoog voor mijn doen. Maar 9. ik vind vooral het feit dat, uh, dat het a uh, best wel gedurfd is om zo'n uniek hotel te bouwen. Mm -hmm. uh, en, en dat je echt uh, jezelf kan onderdompelen in een andere wereld. Terwijl het maar een themagebied van een park is. Dat vind ik echt heel, uh, heel knap. Ja. ja. Dus uh, gaaf. We hebben nog gevraagd trouwens, uh, wat kostte dit nou? Uh, ja Hoeveel, is het nou, uh, hoe, hoeveel symbolica's had je hiervoor kunnen bouwen? <gut> nou, symbolica... Maar daar bleef het antwoord... Uh... Dat weten we niet. Dat, het uh, dat dat, bleef, uh, uh... bleef allemaal een beetje cryptisch en vaag. Ja, nee, maar dat ik snap ik wel. Dat maken ze niet bekend. Nee, maar goed, hoeft ook niet. Um, en hey, ook wel ja. interessant, uh, vond ik... want wij hebben er eerder over gespeculeerd... Hè, waarom openen ze dit nu, in het najaar... Hey, we zitten daar nou iets achter. Ik dacht nog even, hebben ze misschien geld nodig? Hè? Dat ze dan hebben gezegd, we kunnen niet langer wachten. Gooi het alsjeblieft open, dan kunnen we wat kaarten verkopen. Dat nee, is nee. absoluut niet het geval, zegt Fantasialand. Uh, 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 ze waren al best wel lang bezig. Sterker nog, begin van dit jaar, in het voorjaar... hebben de mensen van Fantasieland al in deze achterbaan kunnen zitten. Dus hij was al een tijdje af. Toen zijn ze het ja. af gaan maken. En toen hebben ze op een gegeven moment door, door, uh, door COVID-19, door corona... Uh, een x aantal maanden vertraging opgelopen uh, en toen hebben ze wel gezegd als het af is en het is goed dan gaan we open en het ja. was nu goed nou, uh, nou, meer dat vind dan ik ook we wel stoer ja. dus ik echt stoer dat je dan niet zegt nou dan schuiven we door naar een wat gunstiger moment vlak voor het hoogseizoen of zo nee nu is het ja. af nu gaan we dat doen ja. um, en ik gun het ze van harte dat uh, half Nederland daar als het veilig kan met corona daar uh, naartoe gaat ja ja gaat dat zien gaat dat zien ja laat dat zien ja vet ik ga snel weer terug naar Fantasieland ja ja goed plan, goed plan maar goed ik moet plan. zeggen de dag erna ging ik voor mijn, voor, mijn voor, de, voor de derde rit of vierde rit of zo dat ik erin ben geweest toen vond ik hem nog leuker Dus hij werd leuker naarmate ik er meer in ben geweest dus je hem een beetje leert kennen inderdaad zo van oké okay, nu ja. ga je daar en nu ga je daarin ja, wow. ja, ja. maar goed toen gingen we daarna een paar uur later gingen we in Tarom ja. ja ja dat is toch wel een achtbaan hè dat blijft voor mij echt de onverslagen koning in het achtbaanland. Maar ja, het zal fantastisch niet uitmaken welke ik vindt. vind. Ik bedoel, ze staan allebei in dat park, dus ja. Daarom, daarom. Um, hey, um, ja, er is jij een bent. aankondiging gekomen. <laughs> ja, voor een andere achtbaan. Voor een andere achtbaan. Ja, vertel. Ja, jij hebt hem gebouwd zien worden. Dat klopt, ja. Het gaat dat namelijk klopt. over de, de, de achtbaan in, in Universal Islands of Adventure. Daar heb je een. Um, themagebied rondom Jurassic Park. En daar is, nou goed, al, al maanden wordt daar gebouwd aan een achtbaan. Dat is duidelijk te zien, want ja, we stoppen. En nu is eindelijk bekend geworden dat daar de VelociCoaster Coaster zal openen. En dat is een achtbaan met launches. Die kwam er een beetje uit vanuit Taron natuurlijk. Het heeft een beetje denken aan Taron, maar dan een Jurassic Park thema. Ja, ik heb een. Ik, de, de, de teaser ziet er vet uit. Ja. Uh, uh, Computeranimatie. We ja, we hebben de beelden gezien. Het ziet eruit als een vette achtbaan. Uh, we hopen wel dat het groen snel terugkeert. Want er is ontzettend veel groen weggehaald uit dat themagebied. Want mm -hmm. ja, Jurassic Park is natuurlijk een oh, heel groen. Groen. groen ja, en het is nu één grote kale vlakte. Uh, een beetje het Max en Moritz uh, effect. Uh, ja. <laughs> dus ik hoop dat dat heel snel groeit. Maar goed, het is van dat jungle groen. Dat kan volgens mij in, uh, in, 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 in de, onder de Floridaanse zon best hard gaan. Hoop ik. Ehm. Mm um, maar ja, het ziet er vet uit. Ja, we moeten afwachten. Het is wel gaaf. Weer een dikke achtbaan. Weer een dikke lanceerachtbaan in, uh, in Universal. Met dus ook uh, animatronics erbij. Ze hebben natuurlijk met Hagrid uh, wat ervaring opgebouwd. Um, en ik denk dat dit alleen maar goed is voor de capaciteit daar in dat park. Ja. Uh, want de wachtrijen daar voor de andere achtbanen, die liepen flink op. Hagrid zat vaak boven de 100 minuten. Hulk zat vaak mm -hmm. boven de 100 minuten. Ja. Uh, en daar komt dan nu dit bij. Uh, ja dat kunnen we, denk ik alleen maar toe, je eigen top. Jazeker. Ja, uh, over achtbanen gesproken, ik dacht misschien is het wel gelijk leuk om, uh, om eventjes terug te komen op de stelling die we eerder, uh, waar ik het eerder over had. Mm -hmm. We plaatsen elke week een stelling en deze week ging de stelling over achtbanen. En ik dacht, is het ja. niet zo dat, want in de laatste twee jaar nog maar, zijn er uh, heel veel nieuwe achtbanen geopend in, in onze omgeving. Dus dan heb ik het niet over Hagrid's of over... Uh, Wickerman in altijd thuis. Maar als je gaat hebben over, over, uh, over Hals-Uberkopf in trips Trips was er dichtbij. Fury, Bob Jaland, uh, Fly, Untamed, Max Moritz, Phoenix, Wakala, Tikiwaka, uh, nieuwe Python zelfs nog. Um, en vinden we nou niet dat de pretparken in, in Nederland en daarbuiten moeten investeren in andere dingen dan achtbanen? Nou, daar hebben 500 mensen op gereageerd zelfs. Zo. En ja, het is bizar, maar. Elke week is de uitslag weer ongeveer 50-50. En nu ook weer. <laughs> ja. Jij moet echt jij moet geen opiniepeiler worden. Want jij bedenkt alleen maar vragen naar mensen. En dan gaan we naar het 1 vandaag opiniepanel. Met uh, Maurice de Zeeuw. Maurice, uh, wat ja. heb je gevraagd? En dan iedere week 50-50. <laughs> ja. ja, nou ik vind dat ook wel leuk om te zien. Oké, okay. nou ja. Maar um, nou ja, de uitslag was ongeveer 50-50. Ja, 51%, 49%. Um, Nee, meer dark rides en andere type attracties. Die, ja. uh, die, ja, die, die, dat willen de ene helft. En meer achtbanen wil de andere helft. Dus eigenlijk ja. weer een stelling waar je niks aan hebt, maar toch nee. leuk. <laughs> jij bent een beetje de, de Gijs Rademaker van uh, Team Talk, ben jij? Hoezo vertel. Weet je wie Gijs Rademaker is? Uh, nee. Dat is die jongen die altijd bij één vandaag uh, dan, dan uh, de uitslagen van het één vandaag opiniepanel uh, komt vertellen. En ja. Uh, die, ah weet je? met die krulletjes? Zegt hij niks? Nou, ja, een blonde, ja. blonde gast. Ja, ja. ja oké, okay, ja, ja. weet ik wel. Ja. ja, ja. Dan ben jij een beetje ja? Want jij ja. hebt donkere krullen. Nou, ja, precies. Ja. ja. Maar er nog maar een andere is... stelling? Oh, oh ja, ja. Ga door. Nou, nee, ja, ik, even inhoudelijk over de stelling dat er veel achtbanen gebouwd worden. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel opvallend. Um, en uh, ik, ik zou wel zeggen, nou, ik hoop dat ook het andere genre attracties uh, toch nog wel aandacht krijgt in, 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 in Nederland. En we zien in. Ik Florida, hoop dat ook wel. Uh, dat bijvoorbeeld de projectie-attracties. Denk ik mm -hmm. natuurlijk aan Flight of Passage, maar ook aan Mickey and Minnie's Runaway Railway. Maar ja. ook dit jaar Ratatouille, wat hij gaat openen ja. nog. Uh, maar ook Cosmic Rewind, wat dan weliswaar een achtbaan is in Epcot. Ja, maar wel daar, met allerlei projecties. Daar weten eigenlijk. we nog niet heel veel van, hè? Het zou okay. best kunnen dat je daar Goed, 80% die... echte records hebt en 20% projecties. Dat zou kunnen. Okay, Oké, maar laat ik zeggen, de iets meer storyline-ride. Eh hoop ik dat we dat in Europa ook nog wel gaan zien. Want dadelijk is Europa de uh, rollercoaster uh, continent of the world. <laughs> ja. uh, 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 maar dan hebben we geen, helemaal geen goede thema-attracties meer. Nee. Dus ik hoop dat dat wel een beetje, beetje uh, ja, verdeeld blijft. Hoop hmm. ik. Alhoewel, ja. dit zijn natuurlijk wel Piraten in Batavia nog geopend is. Ja, dat is waar. Ja. Maar het is een vervanging van een afgebrande attractie. Ja ja, 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 ja. Maar goed, ze hadden ook een andere achtman kunnen bouwen. Ja. Precies. Uh, een andere stelling die we hadden was, uh, ging over Halloween. Uh, een Nederlandse parken als Walibi en Toverland pakken ook tijdens corona flink uit met Halloween. Ook een ander Europese park als Europa Park met Halloweenter. Disneyland, Parijs en Bobby gaat het enigszins aangepast door. De vraag was, moeten parken dit wel doen? Nou, ook hier weer meer dan 400 stemmen. Uh, ja, Halloween kan veilig, vindt 54%. En Nee, het is onverantwoord, vindt 45%. Dus ook hier weer, de meningen zijn verdeeld. Ja, met nou, het grootste, we gaan het, zien. Ja, daarom het Het grootste deel van de mensen vindt dat het uh, Halloween veilig kan doorgaan. Ja. Um, het is vandaag 1 oktober. En dat betekent dat Halloween weer aan aankomst is. Ja, ja en nog dit, een het, maand. Is, ik heb er weer ja. zin in hoor, ik heb er weer zin in. Ik zie hier langzaam al wat beelden weer verschijnen uit uh, de Disney parken waar de, wat Halloween versiering te zien is. Oeh. Ja, spooky days and spooky nights. Ja... <laughs> Um, um, andere, iets, andere korte ja. nieuwtjes. Uh, we zijn er niet geweest, maar Europa Park... heeft ja. een VR experience geopend. Oh. Uh, dat is een, uh, ja, eigenlijk een ruimte met heel veel camera's... En, en markers en checkpoints... waar je rondloopt met een pak aan... met markers op je voeten en je handen... en een VR-bril op. En in okay. dat VR-level... Uh, het heet You'll Be... en in dat VR-spel... Uh, ja, spel, het niet echt spel... in die uh, virtuele wandeling... Zie je allerlei um, uh, ja, virtuele situaties waarin je zit? En kun je ook dingen meenemen? Uh, luister hiervoor even de laatste aflevering van Afterpark Lounge. Waarin Wessel en Bas van Loopings een uitgebreid verslag doen over You'll Be, het nieuwe VR-concept in Europa Park. Ben je en, en, ja. en, 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 de sprookjesboom praat weer. Oh! En dat is toch ook weer tof, zeker. Nu, Edna nog, dan gaan ze echt de goede kant op bij de Efteling. Nou, wie weet. Nou, <laughs> ik hoorde een kleine boodschap dat ja? in de achtergrond van een Sander-Bruin-reportage te zien was hoe wellicht de draak van Joris en de draak um, voor altijd stil blijft staan met een lans erdoorheen. Alsof die is verslagen. Oh, Toen dacht ik, oh dat is geen idee. Ja, Iets anders over vond. Joris en de Draak. trouwens plan. Heb je gezien dat ja. Great Coasters International, mm -hmm. GCI, dat is de maker van Joris en de Draak. De bouwer, ja. Ook van Troy, overigens. En ook van mm -hmm. Wodan in ja. het uh, Park. En Heidi de Ride in Popseland. Ja, uh, een achtbaanbedrijf dat heel wat houten achtbaan uh, wereldwijd heeft neergezet. Uh, die hebben de laatste jaren gezien dat er een mm -hmm. ander houten achtbaanbedrijf toch wel lekker bezig was. Namelijk uh, RMC, Rocky Mountain Construction. Die houten yeah. achtbanen vaak ombouwen. Ook wat mm -hmm. dingen from scratch hebben gebouwd. Mm -hmm. uh, maar bekend zijn in Nederland van Untamed vooral. Uh, die maken een combinatie van staal met hout. En ja. dat heeft uh, GCI vanaf nu ook in de catalogus. Nu met een oh, wat kleiner yeah. achtbaantje begint het mee. Maar Graf. dat is wel een optie. En ik zit er maar tegenaan te denken en te hikken... iedere keer toen ik dat weer voorbij zag komen in mijn tijdlijn. En, mm -hmm. en, en op Facebook dacht ik... Ja, dat is misschien wel iets voor de Efteling. Want Joris en de Draak gaat richting de 15 jaar. Ja, goed, hij is, uh, dit jaar is hij 10 jaar. Dit jaar is hij. Het... Nee, 11, denk ik toch? 2009, toch? Nee, 2010. 2010, oké, okay, 10 jaar. Nou ja, weet je, als de Efteling nou niet mag uitbreiden. En, uh, wow. en ze kunnen niks meer bijbouwen, is dit misschien een optie om te zeggen. Joris en de Draak. Hij maakt veel herrie, heeft veel onderhoud nodig. Misschien moeten we die achtbaan ombouwen naar een hybride. Dan kan je wel het als iets nieuws presenteren. Mm -hmm. uh, dan wordt hij wel iets spectaculair. Dus ik denk dat hij iets harder gaat. Dan kan je er misschien zelfs een inversie in bouwen. Mm -hmm. bam, 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 bam. Uh, en dan heb je wel iets unieks. Dus ik dacht, nou, misschien is dat oh. nog een optie voor de Efteling. Als, als nou echt blijkt. Dat er echt niet uitgebreid mag worden. Ik kan me haast niet voorstellen, maar die, de Raad van State moet nog uitspraak doen over het bestemmingsplan. Nou, allemaal uh, uh, ambtelijk geneuzel. Mm -hmm. Maar stel nou dat de Efteling echt helemaal niks mag. Dan is dat ja. toch een optie? Ja, het zou gaaf zijn. Ja. Ik vind Joost een draak toffe achtbaan. maar. Uh, een RMC, uh, uh, nog een RMC in Nederland of twee zelfs. Dat, uh, nee, maar dat is, is het geen, geen RMC, probleem. hè? Dan is het geen RMC. Ja, nee, GCI. Ja, nee, dat, maar, dat, dat, ja. dat zeg ik verkeerd. Ik, ik noem het type achtbaan een RMC, maar dat is het natuurlijk niet. Ja. Dat, is het, dat is het bedrijf. En het ziet er wel anders uit, want waarbij een arm zie je echt die ja, i-bone die, 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 die hebt, zeg maar, uh -huh. uh, is het bij, uh, 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 bij deze, is, is gewoon zeg maar, eigenlijk ziet het spoor eruit zoals een houten achtbaantrack track er ook uitziet nu. Uh -huh, uh -huh. Alleen dan is alles van metaal. Uh -huh. Maar verder ziet het eruit als een houten achtbaan. En hij ja. gaat wel force harder, hè, want je hebt veel minder, minder weerstand. Lijkt me tof. Ja. Voor mij mag het. Over weerstand gesproken en slecht nieuws. Uh, ik wil toch heel even naar uh, Amerika. Want oei, oei. Ja, inmiddels heeft de Walt Disney Company toch bevestigd... dat er inderdaad 28.000 medewerkers... <toss> van uh, de parkendivisie van de Walt Disney Company... die verloot zijn, dus die tijdelijk ontslagen waren. Ja. Daarvan ja. worden de ontslagen omgezet in definitieve ontslagen. En deze mensen keren niet terug bij Disney. Aan beide kanten van, de, van het land, hè? Dus zowel in Orlando als in Anaheim. Ja, en in Anaheim speelt natuurlijk nog dat het park daar nog steeds dicht is. Alleen ja. Downtown Disney is daar mooi geopend. Jaar. Ja, uh, en uh, in, in het persbericht hier over de verklaring van Josh de Morrow, hè, de baas van de parkendivisie, divisie zat mm -hmm. nog een soort van stap naar, naar uh, de staat Californië: van, hè, ja, dat, de dat state ze toch unwillingness to reopen. Ja, want de staat Californië. De, de gouverneur daar, die is heel voorzichtig. is een democraat. Die is heel, heel voorzichtig als het gaat om corona. Die wil die petparken maar niet heropenen. Wat een nee. beetje gek is, want heel veel andere sectoren in uh -huh. Californië zijn wel heropend. Ja. Zelfs bars. Dus barren. Horeca. Dus wel wel, uh, en dat dan... Dat ja, dus je moet je voorstellen, in Nederland is het precies andersom. Hè? In Nederland wordt de horeca heel hard aangepakt. Dus uh, kroegen, dat soort dingen moeten allemaal dicht. Ja. Terwijl pretparken gewoon open kunnen. In Californië is het echt andersom. Daar moet dus Disney dicht blijven. Knott's Berry Farm ja. heeft wat kleine dingetjes. Een klein deel van het park is daar open, maar in principe ook niet. Universal is dicht. Six Flags is dicht. Uh, ja, dat hakt er wel in. Ja. Ja, ze hebben de, de hoogzomer overgeslagen. Ja. Wat, een, een, wat een goede periode is. Ze gaan nu richting Halloween wat een goede periode is. Dan komt kerst, wat een goede periode is. Ik snap dat ze zo snel mogelijk open willen... om ja. toch nog een paar bezoekers binnen te halen. Maar, ja. oh. maar goed, dan dus... Uh, 28.000 mensen bij Disney... die hun baan verliezen. En, uh, ja, Dat is echt een ongekende hoeveelheid. Dat is bijna... bijna... acht aan negen keer... het aantal mensen dat bij de Efteling werkt. Ja. Dat nu... En... En dat, dat is dus alleen ja. maar in de divisie zei je. Dus ja, daar zit even. Een ding. Ik begreep wel dat er volgens mij ook wat cruise line uh, personeel okay. bij zit. Um, ja. En het, zijn ook, het maakt ook niet uit of ze unionized, dus bij de vakbond horen of niet. Ja. Uh, over de hele linie gaan er mensen uit. En ja. wat ook heel opmerkelijk is, is dat uh, sommigen gaan het overigens, ze hebben nu het getal genoemd. Nu wordt er precies gekeken wie het omgaat. Nou, dat weten ze ongeveer al wel. Uh, maar er zitten yeah. dus ook mensen bij, dat is gek, die weer aan het werk waren. Dus een deel van de mensen die verloot waren, dus uh, ja, een soort van uh, tijdelijk ontslag hadden gekregen, die nog thuis zitten, die krijgen nu te horen, hé, hey, je moet weer aan het werk, dus je moet naar Orlando komen, want je moet uh, aan de gang. En mensen die een paar maanden geleden alweer bij de heropening aan de bak zijn gegaan, die dachten dat ze safe zaten, want die dachten, ja, ja ik hoor bij de mensen die weer ik opgeroepen zijn, ja. die gaan er nu alsnog uit. Dus dat is, dat is, uh. ja, dat is, ze moeten een soort van eerlijke afspiegeling maken uh, keihard. En we horen ook wel, ja, toch wel dingen over uit entertainment. Dat daar echt flink in gesneden wordt. Bijvoorbeeld, uh, ze waren al weg op de plek waar ze zaten. Ze waren al verhuisd naar Hollywood Studios. Maar ooit had je in de Grand Floridian, uh, bekende hotel. Ja, ja, had je in, ja, ja. In, de, in de lobby zat ze een orkest spelen. Mm -hmm. Heb je dat ooit gezien? Zeker, meerdere keren geweldig. Ja, allemaal ontslagen. Uh, en zo zijn er op meer plekken. Uh, uh, entertainment uit hotels is allemaal. Weg. Keert niet meer terug. Uh. Ja, dat is killing. Dat is echt killing. En ja. Um, ja, wat dat uiteindelijk voor de lange termijn betekent... dat is niet helemaal duidelijk. Want je ziet nu wel ook van... Ja, wacht even. Ja. Disney heeft Weet in toch Orlando ooit weer weer bijna terug. Ge, bijna geen hotels meer uh, heropend. Nog hè. Uh, mm -hmm. dat, Het wordt heel uitgesteld, uitgesteld. 2021... Is die Walt Disney World nog niet op volle toeren? Dat wordt echt 2022, 23, 24. Voordat het allemaal weer hersteld is. Dat is wel ja. de verwachting nu. En dat duurt lang, joh. Man. En dan het en het volgend jaar is het 50-jarige jubileum in Orlando. Dat, dat wordt dus echt een uh, tranendal. Ja, en nou is volgens mij, als ik me niet vergis, de D23 van volgend jaar al uh -huh. een jaar uitgesteld. Ja. Uh, richting de 100ste verjaardag van de Walt Disney Company zelf. Het is, wel, het is wel echt. Ja, dan, dan zie je wel wat het effect is voor, voor van corona. En ja, ja weet je, wat is die mensen die daar werken, um, uh, die ontslagen worden in Amerika is er echt niet zo'n goed systeem zoals hier, nee. met de uitkeringen en opvang. En noem maar op. Die mensen hebben echt een probleem. Ga maar eens een baan zoeken in deze tijd. Dan kan je wel zeggen, ja, wat, wat kunt u goed? Ja, ik kan heel goed. Uh, uh, al, al lachend, tegen mensen zeggen dat ze hun stroller niet naast Peter Pan's Flight mogen parkeren. Maar ja, ga daar maar eens een baan mee zoeken nu, in deze tijd. Ja. Nee, dit, dit is heel flauw, maar dat, 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 hak, dat is natuurlijk best wel heftig. En wat dat betreft, in deze podcast zitten er wel eens te hakken... dat die Efteling iets te liberaal is als het gaat om die coronamaatregelen. Althans, doe ik wel eens. Maar die mensen die daar werken, daar is ook niet uitgesloten... dat daar nog wat banen verdwijnen. Ik hoop, het, ik hoop het niet. Maar die mogen toch wel in hun handjes klappen dat, daar, dat ze gewoon open mm -hmm. zijn... en dat er geld verdiend wordt. Want ja. al die mensen, joh, allemaal de baan kwijt. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja gewoon, we zijn de podcast zo positief begonnen. En dan is het nu weer. Uh... Nou ja. Wanneer gaan ja. we weer naar Fly? Wat is, wat is je volgende pretpark eigenlijk? Ik denk uh, Toverland, 9 oktober met Halloween. Ja, dan dus gaan bij. we gezellig ja. uh, griezelen. Als dat allemaal kan uh, met, uh, met, uh, ja. met de corona's. Hè. Ik doe wel een mondkapje op. Oké. Okay. Ja, denk ik. Denk ik hoor. Mm -hmm. Ja, ik denk, ja, ik weet het niet. Ik, ik van de week uh, toen was net die persconferentie geweest. Toen moest ik tanken. Ja. En dus ik, uh, ik dacht, oh ja, mondkapjes. Ja, ik, maar zo, ik was in de buurt van Rotterdam. Dus ik denk, nou, ik zal een mondkapje opzetten. Ja, uh, verzoeken. Ik veel. Mm -hmm. Dus ik zet dat mondkapje op. Had ik nog in de auto liggen. En ik loop die Shell binnen. Het was heel druk in dit tankstation. En ik werd aangekeken alsof ik melaats was of zo. <laughs> ik dacht, ja, hallo. Ik ben hier degene met de mondkapje. Ik moet jullie aankijken. Ja, precies. Schande. Ja, zo van. Oh, komt deze man even hier binnen met zijn goede pre gedrag? Pretentieus met een mondkapje. Maar ik ja. dacht gewoon, ja, ik heb net naar de radio zitten luisteren en ik hoorde dat nee, ja, ja, het moest. Ja, ja, ja. ja, ja, nee, ja, ja. Nou ja, dat geheel en Je moet het allemaal lekker zelf weten. Hé, hey, de, uh, de band draagt geen mondkapje, zie ik. Ja. Nee. Die en ook geen niet wegbezuinigd. Weg nee, nee, oh. <laughs> nee, dat kan allemaal hier, joh. <laughs> deze band mag wel blijven spelen. <laughs> ja, precies. Ja. Hé, hey, Thomas, ik vond het weer gezellig. Ja. Volgende week. TeamTalk.nl/slash reageren. Ja, zeker. zeker, zeker. Ja, volgende week dan gaan we weer. Uh, ja, waar gaan we het dan over hebben? Gaan we dan wel zien. Ja, zien we dan weer. Ja, precies. Ik zou zeggen: fijne week. Dankjewel voor het luisteren, Thomas. Het was gezellig. En tot de volgende keer. Tot volgende week.